Goed, dames en heren, raadsleden, bij deze wil ik de oriënterende vergadering van 7 mei openen. Allereerst hartelijk dank voor uw geduld. Door een uitlopende gemeenteraadsvergadering starten wij nu 50 minuten later dan gepland. En welkom aan de mensen op de publieke tribune en de mensen die thuis meeluisteren. Hierbij open ik de vergadering en gaan we naar agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Ik zou graag een verzoek willen doen als het gaat om het spreekrecht. Er hebben zich veel insprekers gemeld voor vanavond. Dat betekent ook dat ik heel strak ga zitten op de 5 minuten spreektijd. Dus alvorens we ermee beginnen, alvast excuus als u zo meteen inspreekt en ik toch wel wat krachtig ga aangeven dat de tijd dringt. Ik wil de raad voorstellen om de insprekers per agendapunt in te laten spreken. En dat betekent dat we allereerst bij het volgende agendapunt 2 insprekers hebben over onderwerpen die op dit moment niet op de agenda staan. Vervolgens 4 insprekers bij agendapunt 4 over de zonneparken. En afsluitend bij agendapunt 5 over de Pol 1A in Balkbrug, de laatste inspreker. Ik zou graag willen weten of dat uw goedkeuring kan dragen. Prima. Goed. Dan wordt met deze wijziging de agenda vastgesteld en gaan wij door naar agendapunt 3, het spreekrecht. En daarvoor wil ik allereerst de heer Eckel vragen om achter het spreekgestoelte plaats te nemen. Graag de voorzitter, gemeenteraadsleden. Mijn naam is Hendrik Eckel en ik ben lid van Realistisch Duurzaam Bergentijn. Inspreken is niet mijn dagelijkse werk, zoals u kunt zien. Maar ik wil het graag hebben over de windmolens die ze graag in Bergentijn willen plaatsen. Wij hebben hier al enkele malen ingesproken en onze zorg uitgesproken over het plaatsen van windmolens in ons mooie gebied. Als opmerking kwamen dan, wie zegt dat daar windmolens komen? Er is nog niets besloten. Als de windmolens komen, dan niet hoger dan 100 meter, want dan hoeven er geen storende rode lichten op. En er komen ook vogels om in het verkeer. Maar nu is het een presentatieavond van de gemeente geweest, waarin duidelijk werd dat het gebied tussen Bergendijm en Kloosteraar het meest kansrijke zoekgebied is voor het plaatsen van een windmolenpark met 20 megamolens. Op deze avond konden overigens geen goede antwoorden worden gegeven op onze vragen die bij ons leefden. Wij zijn ons rot geschrokken. Wij zijn voor duurzame energie en hebben hier zelfs een plan voor op tafel gelegd, waar we overigens nog geen officiële reactie op gehad hebben. Wij hebben wel onderzoek naar windmolens gedaan. Buiten dat ze het uitzicht tot ver buiten de plaats vergallen, meer geluidshinder veroorzaken dan rijksnelwegen, lage trillingen voortbrengen die slaapstoring geven, waarde van onroerend goed met 45% verminderen of zelfs onverkoopbaar maakt, vogels en insecten vermalen en de omgeving vervuilen met lelijke rode lichten die elke avond over het gebied flitsen, leveren ze ook nog in dit windluwe gebied slechts 25% van de energie op van het opgesteld vermogen. Als je de energie die nodig is om ze te bouwen, transportverliezen en telkens op- en afschalen van kolen- en gascentrales en de sloop na 15 jaar daarbij meerekent, kom je nog veel lager uit. Dan is het nog maar sterk de vraag of het wel een positieve bijdrage levert aan de energievoorziening. Tel daarbij op dat die verwaarloosbare energieopbrengst een enorme hoeveelheid gemeenschapsgeld aan subsidiekost die voornamelijk ten goede komt aan de initiatiefnemers. Daar wordt een hele buurtschap mee opgezadeld en uit elkaar gespeeld. U bent de belangrijkste schakel in dit proces, omdat u bepaalt of dit proces doorgang zal vinden. Wij hopen dat u zich goed laat voorlichten en niet alleen van het rapport uitgaat van een adviesbureau dat alle belangen heeft bij bouwvergunningen voor windmolens. Wij hebben dan ook gesproken met Robert Ekkelenkamp,
over onze informatieavond. Aangezien wij als particulieren geen fondsen hebben, moeten wij alle kosten voor deze avond uit eigen zak betalen. We hebben Robert nog gevraagd of er een spreker wist die een positieve presentatie kon geven over windmolens. En of de gemeente eventueel de koffie wilde vergoeden voor de bezoekers die kwamen. Maar helaas was dit niet mogelijk. U hoorde gisteren dat grondeigenaren bijgestaan worden door een adviesbureau op kosten van de gemeente. Wij gaan er daarom vanuit dat u geïnteresseerd zult zijn in onze informatieavond die wij op 13 mei organiseren in Veluws Bergentheim. Daar komen diverse presentaties aan de orde. Maar het is moeilijk om personen te vinden die een positieve presentatie over windmolens willen geven. Maar misschien weet u nog iemand, dan kan die altijd op deze avond ingepast worden. U bent allen van harte uitgenodigd op deze avond, 13 mei dus, aanstaande maandag. Geeft u wel even van tevoren op, dan reserveren wij u een zitplaats voor u in verband met de verwachte drukte. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Eckel. Wilt u even blijven staan? Er komen wellicht nog wat vragen vanuit de raad. Ik zie meneer Roelofs. U mag. Meneer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Meneer Eckel, dank u wel voor het inspreken als eerste. Alvast een compliment, u doet het voor de eerste keer en dat was beter dan mijn eerste keer. Dus laat dat gezegd zijn. De informatieavond waar u het over heeft, is al eerder een informatieavond geweest. Daar was overigens wel een enthousiasteling over windenergie, die daar een verhaal heeft gehouden. Daar werd onder andere het verzoek gedaan. Er waren trouwens ook heel veel raadsleden aanwezig, moet ik even zeggen. Dus wij zijn zeker geïnteresseerd. Bij deze meld ik me vast aan voor volgende week, dus u gaat mij daar zeker zien. Maar daar werd ook het verzoek gedaan om deel te nemen aan de verschillende groepen die in dat proces deel gaan nemen. Mijn vraag is, bent u daar op de hoogte van en heeft u zich daar al voor aangemeld? Heb ik mij voor aangemeld en diverse leden van onze vereniging. Mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter. Een vraag. U gaf aan dat er al een plan op tafel ligt en dat die al ingediend is. Kunt u een kleine toelichting geven wat die plan dan inhoudt? U zou ervan op de hoogte moeten zijn, want er is een inspreker geweest die u een vervangend plan heeft ingediend voor de windmolens. En om de energie op een andere manier te vangen, maar misschien bent u nieuw deze keer. Dat juist, zou kunnen. Ja. Maar het plan moet ergens zijn. Ik heb dat niet bij me. Maar u, een kleine toelichting. Dat plan gaat over kleine windmolens. Aardwarmte, zonnepanelen, met name ook isoleren van de woningen, want dan daar bespaar je enorm veel mee, want energie wat je niet gebruikt, heb je ook niet nodig. Dank je wel. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag wellicht iets meer in dezelfde strekking als mevrouw Verschuur, maar daar kom ik zo op. Ik wil in ieder geval bedanken voor de uitnodiging voor aankomende maandag. Vanuit onze fractie zullen we ook uiteraard aanwezig zijn. En dan terug naar mijn vraag, en die is meer van wie verwacht u nu het antwoord? Hè? Want u heeft uw plan gepresenteerd, u heeft aangegeven we wachten op een reactie. Maar mijn vraag is even van wie verwacht u dat antwoord? U bedoelt ons ingediende plan? Ja, uw ingediende plan. Nou, we verwachten antwoord van iedereen. Het is algemeen ingediend. En ik neem aan dat elke fractie een persoon heeft die over energie gaat, zeg maar. Daar hadden we graag een reactie op gehad van wat ze er nou van vonden. Maar we hebben eigenlijk helemaal niks officieels gehoord. Misschien een vraag nog wat specifieker. Heeft u ook het plan ingediend bij de gemeente, bij het ambtelijk bestel of bij het college? Verwacht u daar ook een antwoord? Goeie vraag. Ik heb het plan niet ingediend namelijk. Dan zou u een ander moeten vragen. Dat zullen we dan doen. Helder. Okay. Dank u wel. En tot slot mevrouw Stapman. Voorzitter, ik had dezelfde vraag, dus dat is nu beantwoord. Dank. Dank u wel. Meneer Eckel, dank u. De tweede inspreker is meneer Gerritsen. Meneer Gerritsen, u heeft ook 5 minuten. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter, geachte raadsleden, mijn naam is Frans Gerritsen
Ik ben lid van het nog te vormen bewonersplatform. Sinds gisteravond is ons, door de presentatie van de heer Ekkelenkamp, heel duidelijk geworden dat het oude credo, divide et impera, voor 100% gehanteerd wordt. Punt 1. Uit angst of machtswellust is er plotseling een tweedeling van het bewonersplatform opgezet. 40 grondeigenaren, aanwonend of niet, zijn door het college in een apart grondeigenarenplatform opgenomen. Punt 2. Het eigenlijke nog te vormen bewonersplatform, uiteraard het meest invloedrijke, bestaat uit aanmeldingen, hij of zij, die om welke reden dan ook zich niet gemeld heeft, hoort er niet bij, aldus volgens het antwoord van de projectleider. Deze rechtmatige ingezetene is dus geen bewoner meer. Wel die 40 andere door u geselecteerde participanten. En punt 3, het plaatselijk belang en realistisch duurzaam Bergentheim worden als groepen met een vraagteken vermeld. Door deze geplande scheiding van belanghebbenden doet bijna denken aan een vorm van minachting. Beste raadsleden, volgens Ekkelenkamp bent u door ons gekozen en moet u voor ons strijden. Tot op heden moeten we zelf strijden voor ons bestaan aan de mooie Van Rooyensweg. Mocht u blijven afwachten en tenslotte tot go besluiten, dan wordt ons bestaan getransformeerd in het Van Rooyenskamp. Met 15 jaar die met 60 miljoen euro gesubsidieerde windmolenfabrikant als dictator. Ik denk vol afgrijzen terug aan mijn oorlogsjeugd. Vrijheid vieren is er in ons Van Rooyenskamp dan niet meer mogelijk. Nu heb ik een opdracht aan u allen, geachte raadsleden, ter voorkoming van ruzie en totale chaos in onze buurt. Ga uw no-go gemotiveerd aan het college voorleggen, zodat deze Van Rooyenskamp-strategie beëindigd kan worden. Bij voorbaat dank voor uw zeer gewaardeerde medewerking. Uw Frans Gerritsen. Ik heb nog een PS. Graag hierbij ook uw tegenspraak laten horen tegen het boren door de BV NAM van de geplande 2 gasputten tot 2033 in onze gemeente Hardenberg. Beste raadsleden, ik wens u het allerbeste en hoop dat wij aan de Van Rooyensweg weer heerlijk rustig kunnen wonen en dat de zonnepanelen een beste andere oplossing is als de windmolens. Dank u voor uw gehoor. Meneer Gerritsen, blijf nog even staan. Kijk even of er nog een reactie van de raad is. Okay. Meneer Roelofs. Meneer Gerritsen. Ja. Dank u, voorzitter, overigens. Ik heb wat moeite met uw vergelijking met de oorlog, waar we van het weekend ons allemaal nogal druk om hebben gemaakt. Ik vind dat weinig gepast en ook geen hele goede inleiding op het moment dat u iets van het college dan wel raad gedaan wilt hebben. Dat gezegd hebbende, heeft u hier al eerder gestaan. En toen heb ik u aangeraden om u aan te melden bij een van de werkgroepen. Daar hebben we toen over gesproken. Mijn vraag is, zit u daar zelf in? En is het niet raar dat die werkgroepen tot een maximaal aantal gevuld zouden kunnen worden en dat het dan gewoon ophoudt? Je kunt niet met z'n allen in een werkgroep zitten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, maar al die werkgroepen die hebben allemaal een eigen scenario op te leveren op het moment. En de handelwijze nu, die strategie, die is overal. En daar hebben we ons plotseling, waren we zeer geschrokken ook,
dat die 40 grondeigenaren ineens buiten de bewonersgroep kwamen en achter ons rug om in een ander platform werden gevangen. U kunt nou wel zeggen, ga in alle werkgroepen zitten. Maar ik heb me gemeld meteen bij dus dat bewonersplatform. En daarin is nog geen vorm gekomen, dus dat moet ook nog komen. Maar waarin wij gisteren op die vergadering dus mee geconfronteerd werden, dat was constant van, ja, wij weten het niet en ja, u moet maar zelf het doen. Ik zeg ja, maar die gemeenteraad die zegt aan het college, ga zelf maar een strategie bedenken. Ik zeg maar, laat het, en daar kwamen de vragen uit gisteren naar buiten, laat het college vragen aan de raad om eens samen even te zeggen, dat en dat en vogels niet en al die andere dingen. Daar is het terrein eigenlijk, daar het mooie geschiedenis van het hele gebied, niet geschikt voor. Dus daarom is ons een gevoel van, ja, horen we er nog wel bij? Wij krijgen alles maar voor ons. Bedenk eens wat, scenario's, hoe kunnen wij het bedenken? U hebt meer ervaring, u zit in het hele gebeuren, u bent met elkaar, alle coalities met elkaar kunnen daarin beter en bewijzen. Dus wij voelen ons eigenlijk een klein beetje in een minachtende vorm. Sorry dat ik misschien iets te strak en te streng ben, maar ik ben nogal een Fries en dan ben ik altijd recht door zee. Sorry, maar ik bedoel niet dat u allemaal het verkeer doet. We doen allemaal ons best. En daarom heb ik dit ingesproken, omdat we toch zorgen hebben dat de raad misschien straks zo met een advies van ons allemaal, wat u zegt van ja, wat moeten we ermee? Hè? We gaan toch maar die windmolens plaatsen. Nou, daar zijn we bang voor. Daarom heb ik dat misschien iets te fel gebracht. Dank u wel voor deze laatste woorden. Dat maakt veel goed. En volgens mij heeft u uw boodschap duidelijk gemaakt. Ja, dank u zeer, voorzitter. Kan ik lekker slapen vannacht. Goed, met de afronding van agenda punt 3 gaan wij nu naar agenda punt 4, zonneparken. Daar hebben zich 4 insprekers voor gemeld. Ik hou tevens weer de 5 minuten spreektijd aan. Ik ga als eerste vragen om meneer Reinders naar voren. Dank u wel, voorzitter. Keuzes, leden van de raad. Ik voel de behoefte om vanuit mijn situatie als grondeigenaar en initiatiefnemer gemaakte keuzes wat betreft het park het Zonneveld te belichten en u daarvan deelgenoot te maken. Met een landbouwbedrijf in afbouw en met een deel van haar gronden liggend in een gebied waarvan u als raad heeft geoordeeld dat oprichting van een zonnepark daar onder voorwaarden mogelijk moet zijn, uw zonnekansenkaart. En met daarbinnen een blok grond dat uit het landbouwkundig oogpunt zich ook prima leent voor een zonnepark. En ja, het lijkt financieel aantrekkelijk om met een ontwikkelaar in zee te gaan en zo heb ik contact opgenomen met LC Energy. Maak je die keuze, de keuze voor een zonnepark, dan weet je vooraf dat er bezwaren zullen komen. Bezwaren van bewoners die in meer of mindere mate zicht hebben op de locatie. Daarom hebben we, LC Energy met mij, vanaf het eerste begin contact gezocht met de direct aanwonenden. Maar je weet ook dat deze locatie, zo vlak bij woonwijk Baalderveld, kansen biedt om veel mensen te betrekken in positieve zin. Te betrekken, deelgenoot te maken bij deze nieuwe energieproductie. Hoeveel bezwaren er komen en in welke vorm, dat weet je niet vooraf. Dat omwonenden gezocht hebben naar een alternatief voor deze locatie is te begrijpen. Maar voor mij is een andere locatie geen alternatief. Immers, het gaat dan niet om mijn grond. Ook voor LG Energy is een alternatief geen optie. LG Energy heeft, nadat ze een deal gesloten hadden met mij, een overeenkomst gesloten met het netbeheerder. Bij een andere, nieuwe locatie staat LG Energy om het park aan te sluiten op het netwerk weer achter in de rij. De alternatieve locatie van de omwonenden is in feite een andere locatie waar ook een zonnepark op ontwikkeld zou kunnen worden.
Op de inloopavonden, waarbij informatie en wensen van de bezoekers is opgehaald, hebben we naast tegenstanders met name de eerste avond ook veel mensen mogen begroeten die vanuit een sterke betrokkenheid blijk gaven van de noodzaak om wat voor het milieu te willen doen, voor hun kinderen en kleinkinderen. Op de tweede avond hadden tegenstanders zich gehuld in gele hesjes. Mijn respect dat ze zich zo duidelijk durfden te manifesteren. Maar nog veel meer respect heb ik voor die mensen die na hun aanwezigheid op die tweede avond zich direct daarna melden met een mededeling interesse te hebben voor een energiecoöperatie of op andere wijze te willen participeren in het park. Zij hebben zich niet laten intimideren, zagen de potentie van het park en wat dat voor hun omgeving kan betekenen. Inmiddels heb ik begrepen, is een werkgroep uit die aanmeldingen aan de slag gegaan en heeft contact gezocht met ambtenaren van onze gemeente en andere bronnen. Dames en heren, tussen 2012 en 2015 is het agrarisch gebied in Nederland met 15.000 hectare afgenomen. Hiervan is 11.000 hectare naar natuur gegaan, 2.000 hectare naar recreatie. Dit zijn cijfers van het CBS. Allemaal grond onttrokken aan de voedselproductie. Ik begrijp dan ook de weerstand van LTO om landbouwgrond te gebruiken voor zonneparken. Maar anders dan op natuurgrond wordt op grond met zonnepanelen nog geproduceerd, wordt nieuwe energie opgewekt. Deze grond van het zonnepark, waarop dan in al die jaren geen bestrijdingsmiddel meer is gebruikt, waarop flora en fauna onder de beschutting van de panelen zich wellicht positief ontwikkelen, deze grond kan in de toekomst wel probleemloos terug naar de voedselproductie. U als gemeenteraad heeft samen met het waterschap het plan omarmd om langs de Vecht meer ruimte te geven voor natuur. Ook dit zijn hectares welke niet of minder productief voor voedselproductie zullen worden. Binnen dit plan moet ook ik binnenkort keuzes maken. Een deel van ons bedrijf ligt in de uiterwaarden van de Vecht. Ik heb er veel moeite mee dat goede landbouwgrond blijvend wordt bestemd tot natuurgrond en zodoende voor altijd aan de landbouw wordt onttrokken. Daarom heb ik binnen het plan Sunneveld ook heel veel moeite met het gegeven dat 28% van de oppervlakte blijvend naar natuur gaat. Dat het een mooi plan moest worden, heb ik zelf vooraf als opdracht aan LC Energy meegegeven. Dat het park omlijst zou worden door groen, logisch. Maar 28% nu niet beschikbaar voor energieproductie, 28% voor altijd onttrokken aan de landbouw. Meneer Reinders, u zit aan uw tijd. Ik ga afronden. Waarom ik dan toch vol achter dit plan sta, omdat ik besef dat we wat moeten doen vanwege onze energieconsumptie. Dat ik zelf op het gebied van energieverbruik ook geen lichtend voorbeeld ben. Maar met dit plan kan ik wel wat betekenen. Daarom neem ik het verlies van goede landbouwgrond in dit geval voor lief. Maar 28% landbouwgrond opofferen aan nieuwe natuur, het blijft bizar. Keuzes maken, kleur bekennen, met het oprechte gevoel dat je er goed aan doet. Ik heb gekozen, het is aan u. Los van uw bestuurlijke opdracht, het is aan u om of gehoor te geven aan tegengeluiden of ruimte te geven aan de voorstanders. Dank u wel, meneer Reinders. Mag ik u afkappen? Het is uw recht. U gaat wat over de tijd heen en er komen nog 3 sprekers na u. Dank u wel. Ja? Blijft u nog even staan, want er zijn wellicht nog vragen uit de raad. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Niet zozeer een vraag aan de heer Reinders, maar wel het respect hoe u in alle balans vanavond uw verhaal hier neerzet. Maar ook in een moeilijke situatie waar u terechtgekomen bent. En ik kan me heel goed voorstellen dat het heel veel voor u betekent. Want je begint met goede zin aan een plan en vervolgens blijkt het toch net allemaal even anders te zijn. En als ik u hier dan vanavond hoor inspreken, in alle balans met voors en tegens, dan wil ik in ieder geval daar mijn dank voor geven. Bedankt. Ga ik naar meneer Jonkhans. Ja, ik zou bijna zeggen dat meneer Bak me de woorden uit de mond haalt. Waardering voor uw woorden en ook voor dat u op zo'n manier inzicht geeft in uw situatie. Het is heel verhelderend. Dank u.
Meneer Roelofs. Dank, voorzitter. Ik wou het ook zeggen, maar dat deel sla ik dan over. Ik had eigenlijk meneer Van den Berg hier verwacht, maar misschien lag dat aan mijn eigen aantekening. Ik heb toch een aantal vragen voor u die wellicht eerder voor meneer Van den Berg zijn, maar ik ga hem nog proberen te spreken de komende week, twee weken. Wat ik wel interessant vind is, wat is er met de tegenstand gebeurd op het plan? De vorige keer dat u hier heeft ingesproken, en u bedoel ik dan even namens het project, toen waren er ook tegenstanders die zich vrij luid lieten horen. En toen sprak meneer Van den Berg de hoop uit dat door maar informatie uit te gaan wisselen, als hij die kans maar kreeg, dat die weerstand zou afnemen. Dus ik ben heel benieuwd wat uw ervaring is in de afgelopen periode. U zult dan toch bij meneer Van den Berg moeten zijn. Ik begreep dat LC Energy heeft alle fracties een mail gestuurd met daarin de aanbieding om de laatste informatie met u te delen. Die melding is toen ook bij mij binnengekomen. Ik heb toen aan LC Energy meegegeven of aangegeven dat ik bij die bezoeken daar wel bij wou zijn. Maar dat ik daar geen taak voor mij weglag zag, omdat het dan technische informatie zou zijn. Dat ik een taak meer voor mij weggelegd zag om mijn situatie hier toe te lichten. Daarom ben ik hier vanavond. Ik heb begrepen dat er geen gebruik gemaakt is door de fracties van de aanbieding van LC Energy. Maar technische vragen kunt u altijd nog, en meneer Van den Berg zit hier achter in de zaal, kunt u altijd nog bij hem inwinnen. Meneer Reinders, dank u voor uw bijdrage. Ik wil graag meneer Hartholt vragen om naar voren te komen. Lieve zonnepanelen op daken en het IJsselmeer, dan zonnepanelen op weilanden. Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden. Hierbij wil ik op persoonlijke titel inspreken op het onderwerp zonneparken. In deze wil ik op de volgende punten wijzen. Diverse partijen en organisaties in Overijssel, onder andere LTO Vechtal, bepleiten terughoudendheid met betrekking tot zonnepanelen op landbouwgrond. En in het eventuele geval van ja, aandringen op dubbel of driedubbel grondgebruik. Een voorbeeld van dubbel gebruik. Grondgebruik is het voorzien van geluidswallen van zonnepanelen. Er zijn alternatieven te vinden en bedenken voor zonneparken in de vorm van zonnepanelen op nog niet benutte daken, wateroppervlakken zoals zandgaten en het IJsselmeer en in de vorm van zonnedaken op parkeerterreinen. In het laatste geval zou bijvoorbeeld een zonnedak op het parkeerterrein bij de evenementenhal in Hardenberg een optie kunnen zijn. Deze is vermeldenswaard dat daken waar mogelijk windversnellers zouden komen tot nu toe niet benut worden voor deze vorm van duurzame energie en dus alsnog van zonnepanelen kunnen worden voorzien. Indien de provincie Overijssel de tuin van Nederland wil blijven en de gemeente Hardenberg aantrekkelijk wil blijven voor toeristen, dan zal in mijns inziens terughoudendheid met zonneparken betrachtingend worden. Wegens de SDE Plus is het investeren in zonneparken tot nu toe voor allerlei investeerders bijzonder aantrekkelijk, zie je het grote aantal aanvragen. De vraag is, wat gebeurt er met al dat subsidiegeld? Bij het zonnepark Lutten levert is dat duidelijk, bij de nu geagendeerde zonneparken is dat minder duidelijk. Opvallend is verder dat bij de plannenmakerij voor zonneparken er tot nu toe wel subsidiegeld is voor die zonneparken, maar er meestal geen of weinig geld is om de huizen van omwonenden van zo'n zonnepark energiezuiniger te maken. Geachte gemeenteraad, laat u niet opjagen door investeerders met eurotekens in de ogen of ambitieuze duurzame energieambities, maar houd het hoofd koel, bijvoorbeeld onder een zonnedak. Tot zover. Dank. Dank u wel, meneer Hartholt. Blijft u nog even staan. Kijk even rond of er nog vragen voor u zijn. Uw verhaal was helder. Dank u wel. Zou ik graag de volgende inspreker, de heer Sauwman, naar voren willen vragen. Geachte raad en college, bedankt dat ik de gelegenheid bent gekomen om de argumenten toe te leggen tegen het initiatief van Reinders en LC Energy om een zonnepark aan te leggen. Als ik langs het kanaal loop, zie ik vruchtbare landbouwgrond, ruimte, genieten van de wisselingen van de seizoenen, uitzichten op de Rarewijkenbeek, de Wielseme bergen, vogels die er broeden, zwaluwen die nu boven de percelen scheren, De reeën die heen en weer lopen tussen de bossages over de gronden. Ontspanning voor de omgeving. Het korenveld, indien het graan wordt gezaaid, kun je de wind weer zien in het graan.
het graan welke weer terugkomt in de voedselketen. Echter, wat heeft de eigenaar van de gronden keek uit naar een alternatief wat voor hem het beste uit kan. Zo staan we dus nu hier omdat hij zijn gronden ter beschikking stelt aan ALC Energy. Gronden die jaren geleden onttrokken zijn aan de natuur. Geschikt gemaakt voor het gebruik voor veeteelt en landbouw. Nu worden ze aan het zonlicht onttrokken en voorzien van maskers. Wat heeft ALC Energy zo al bedacht? Een plan en een naam. Het Zonneveld. Die Saxen hond wel van plat branden, dan trekken we ze wel over de streep. Deze plannen liggen nu ter bespreking. Ze zijn opgesteld door mensen buiten en geen enkele binding met het gebied. Binnen de gemeente zijn de plannen getoetst door een adviseur-eigenaar van een bedrijf uit Nijmegen. Ook hier iemand die een plan beoordeelt en welke geen binding heeft met het gebied en hier niet woont. LG Energy heeft in zijn rapport omschreven dat men alle stoppen doorlopen heeft en die heeft de omgeving in zijn rapport omschreven dat men de wensen uit de huiskamergesprekken verwerkt heeft in dat alle initiatieven op basis van LG Energy was. Nee, het gesprek op 26 februari bij de familie Faber was anders. Het initiatief kwam van de Nobes, waarin men gevraagd heeft aan LG Energy wat de reden is om toch de plannen door te zetten, ondanks de zware bezwaren van de direct betrokkenen en omwonenden. Het vreemde die avond was dat de projectleider van LG Energy meldde dat ondanks de inspraken en de bezwaren dat het een gelopen race was. Dat vond ik vreemd. Hoe kan iemand dat zo zeggen? Zijn er andere krachten in het spel die buiten het democratisch proces lopen? Zijn dit de krachten van het geld, de noodzaak van het gemeentebestuur om het target te halen betreffende gemeentelijke energiedoelstelling? Het inrichtingsplan. De voorgestelde beplanting aan de zuidzijde, daarin worden wandelaars en fietsers gedwongen te kijken richting de windmolens van Coevorden. Onze omgeving heeft al hinder van de horizonvervuiling van de Duitse windmolens. In het rapport wordt hier geen woord over gerept en in een beoordeling van de adviseur ook niet. Ik noem dit geen belevenis en geen interesse van en naar de omgeving. Het is ook logisch, want het zijn mensen van buitenaf die geen binding hebben met het land. Het creëren van hun eigen tunnelvisie en deze voorleggen aan de raad. De onzekere omschrijving in de rapporten die de ontwikkelaar heeft omschreven, hebben alle vrijheid om af te wijken. Betrekken van de omgeving. LG Energy heeft de informatieavond gehouden, ook de wijkvereniging benaderd. Baalder, oké, we wonen wel in Baalderveld, maar ja, oké, de brieven zijn wel in Baalderveld en de wegen ten zuiden van het beoogd park verspreid. De randvoorwaarden van de fonds zijn hier ingevuld en opgesteld. Ja, nu hoor ik het nu dat men een aantal mensen er zijn. Men gaat scholen onderricht geven. Ja, oké, energietransitie. Oké, eenmalig. Energie. Onze landelijke overheid weet nog niet eens niet wat en wie dit gaat dan bewaken. Zijn dit de mensen die participeren in het kostprijs van de zonnepanelen? Hebben ze al gekeken naar de huidige bezettingsgraad van zonnepanelen van de huizen in Baalderveld? Zijn dat de mensen die gaan participeren in het fonds? In de reportage van de infoavond staat dat er 50% en 5 voor zijn en 50% tegen. Het feit is wel dat nergens onderbouwd is met handtekeningen. Op gevoel? Het staat er wel. Wel is er een bewijs van 186 betrokken bewoners uit Baalderveld en het gebied ten zuiden van dit park, die dit park niet willen. Raad, u als vertegenwoordigers van deze 216 mensen, wat gaat u beslissen met argumenten van de tegenstanders van dit park of voor LG Energy, welke afgesplitst is van zijn moederbedrijf en ondersteund is van een Anglo-Saxisch investeringsmaatschappij die geen enkel binding heeft met omgeving en mensen? Luistert u naar de mensen uit uw gemeente of naar een bedrijf die geen binding heeft met dit gebied? Wat is uw democratisch besluit? Het is aan u om een geloofwaardig antwoord te geven aan de mensen die wel aangeven dat men tegen dit park is, zodat ze geloof houden in de democratie. Dank u. Dank u wel, meneer Sauman. Exact binnen de tijd. U heeft ontzettend snel gesproken. Ja, ik hoop dat het duidelijk is. Ja? Zou u wellicht uw bijdrage nog even op papier kunnen aanleveren? Ja? Geef ik dat aan de griffier? Het was misschien wat te snel om soms te volgen. Maar ik hoop dat de boodschap overgegaan is. Het gaat namelijk... ik heb het gevoel dat meneer... Ik ga even de raad vragen of zij vragen voor u hebben, meneer Sauman. Zullen we dat afspreken? Ja, dat is mevrouw, dat is duidelijk. Kan ik u misschien zo nog... Ja, misschien kan ik daar even een oké. Heeft u vragen? Meneer Wiet. Ja.
Ik heb een vraag ter verduidelijking. Ik hoor u heel vaak zeggen dat LG Energy, dat ze van buiten komen eigenlijk. Ja. Stel dat het lokale ondernemers waren geweest, had u daar anders in gestaan? Nee. Oké, nou, dankjewel. Mevrouw Stadman. Kijk, ik kan u wel zeggen, als het een duidelijke meerderheid was... Uw antwoord was heel duidelijk, meneer Souwman. Ik ga nu me vragen of mevrouw Stadman haar vraag gaat stellen. Ja, doe maar. Dank u wel, voorzitter. Nou, het was in ieder geval een gepassioneerd betoog. Ik hoorde dat u namens 216 mensen spreekt. Wij hebben handtekeningen verzameld. Handtekeningen? Misschien iets te snel, maar we hebben handtekeningen verzameld van mensen met de argumenten die ik onder ieder geval even kort aangegeven heb, waar ik ook mijn bezwaarschrift aan gegeven heb, die tegen dit park zijn. Okay. Dus 216 mensen, en dat is de eerste stap die we willen doen. Het is ook de vraag die we gesteld hebben, of die ik gesteld heb, van hoeveel mensen moeten we overtuigen? Hoeveel mensen hebben wij nodig om u als raad te overtuigen? Want het gaat... Okay. Hè? Doe maar. Nou, ik begrijp wat u zegt. Ja. Heeft u ook een indruk om hoeveel mensen er zijn die wel voor zo'n zonnepark zijn? Heeft u daar ook een Jawel, er zijn een aantal mensen. Ja. Wat is dat aantal dan? Wat voor een inschatting? Die mensen die zijn niet geïnventariseerd, maar als moment dat wij mensen gevraagd hebben om een handtekening te plaatsen, ik denk dat het ongeveer voor de mensen die daar lopen en die daar wonen. Kijk, nee, ik ga geen cijfers, want er gaat, dat ik zal vragen. Kijk, ik kan u een cijfer geven. Dan vraagt u, gaat u dat staven? Nee. Maar als ik zeg dat 20% misschien voor zou kunnen zijn. Oké, okay, ja? Dank u wel. Maar in mijn rapportage die ik in het bezwaarschrift heb gegeven, heb ik aangegeven dat er hele straten zijn die 100% tegen zijn. En in de straten die vlak bij het betrokken zijn. Ja. Volgens mij heeft u een goed antwoord gegeven op de vraag. Okay. U noemt wel heel veel cijfers en getallen, maar ik krijg de indruk dat het voor mevrouw Stadman helder is. Is dat voor u duidelijk? Ja? Oké. Okay. Ga ik door naar meneer Bak. Wie? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja? Hier zit ik. Want ik zat eigenlijk een beetje op dezelfde vraag als de heer Wiet, maar net een klein beetje anders qua nuance. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd naar het vorige antwoord dat u richting de heer Wiet wilde geven. Maar dan toch nu mijn aanvulling erop. Zijn er voor u omstandigheden te bedenken, voorwaarden te bedenken, waaronder het voor u acceptabel is dat daar wel een zonnepark komt? Dus een andere inkleding, een ander soort plan. Nee. De andere, kijk, en dan mag ik iets meer geven dan nee. Dat geeft wel duidelijkheid. Kijk, wat wij mensen die ik spreek en die mij ondersteunen, die zeggen, wij lopen daar op de dijk, we hebben een uitzicht. En LG Energy heeft zijn plan zodanig bedacht dat het uitzicht wordt ontnomen. He, door een struweel, wat eigenlijk een struweel die men bedacht heeft, we gaan opeens afwijken in de verhouding oost-west. Nooit is aan de zuidzijde van het kanaal een struweel gemaakt oost-west. En nu gaan we opeens een struweel maken wat het uitzicht van mensen die daar recreëren en ontspannen, en ook waar de landbouwgrond aan vertrokken wordt, om dat te ontnemen. U weet niet, kijk, en wij, meneer, we zijn een aantal, in het begin van het traject zijn er ook uitnodigingen geweest aan de raad om ter plekke te kijken. Er is één man geweest van de raad, maar voor de rest ik heb niemand zien. Ik zie niemand. Meneer, we zijn buitengewoon goed bekend met de situatie. Nou, daar ben ik blij, maar u woont er niet. Meneer Bak, is uw vraag beantwoord? In voldoende mate, dank u wel. Prima, dank u wel. Heb ik nog een laatste? Spreker, en dat is meneer Roelofs. Meneer Sanne, deze kant. Ja, meneer Roelofs. U heeft in ieder geval de meeste woorden in 5 minuten gesproken tot heden. Dank voor uw verhaal. Wat ik in uw verhaal een beetje miste, en wat ik bij het verhaal van meneer Reinders wel hoorde, is dat u ook naar de andere kant van het verhaal heeft gekeken. Dus het heeft niet alleen maar negatieve effecten op het gebied,
maar ook positieve. Dat, daarmee zeg ik niet dat ik voorstander ben, nee, maar dat leidt me eigenlijk tot mijn vraag. Heeft u tot nu toe alleen over LC Energy en over meneer Reinders gesproken? Of heeft u ook met LC Energy en met meneer Reinders gesproken? En wat heeft u dat aan inzichten gegeven voor uw standpunt? Ik heb niet met meneer Reinders gepraat. Ik heb wel met LG Energy, heb ik aangehoord. Ik heb het volgende verhaal, wat uiteindelijk... het is een rapportage in de ecologische van een aantal ecologen die aangeven... Want dat wil ik eigenlijk bij meneer Reinders even als antwoord geven. Het effect van zonneparken heeft effect op de grond. 15 jaar na het verdwijnen van een zonnepark... dan is pas een keer de grond hersteld. Het verhaal dat u dat er verteld wordt dat je haalt de zonneparken weg. Jo, we gaan even ploegen en je kunt het weer verbouwen. Dat is niet waar. Meneer Sauman, ja. De vraag van meneer Roelofs was heel concreet. Bent u ook met de andere partners daarover in gesprek gegaan? Ik ben met LG Energy zijn we in gesprek gegaan. Ja, ik ben bij de huiskamergesprekken geweest. En daar hebben we aangegeven dat we dat niet willen. Men heeft getracht om ons mee te nemen in het proces. Hè. En als je in het proces meegaat, ja, dan ben je er ook van. Maar wij hebben aangegeven dat we niet mee willen. Wij willen het park niet. Volgens mij duidelijk antwoord. Dank u wel, meneer Sauman. Ja. En ook dank u wel voor uw schriftelijke bijdrage. Okay. Ja. Dan heb ik nog een laatste inspreker van vanavond voor het onderwerp zonneparken. En dat is de heer Makal. Dank u wel, meneer Makal. U heeft een stapel papieren bij mij neergelegd. Die zullen onder de raadsleden verspreid worden. Een digitale versie is uiteraard ook van harte welkom dan naar de griffier. U krijgt 5 minuten. Gaat uw gang. Ja, dan zou het nu goed moeten gaan. Allereerst mijn respect en waardering voor uw luisterend vermogen vanavond. Want dat wordt zeer op de proef gesteld. Het wordt later en het wordt warmer en toch moet u het maar opbrengen om ons allemaal aan te horen. En er zijn zeker ook emoties in het spel. Wat ik ga proberen, mijn naam is Makal van Dommerhout Advocaat en ik spreek vanavond namens twee buurtbewoners. Wie dat zijn, waar ze exact wonen, heb ik allemaal plaatjes van bijgevoegd in een bijdrage die ik op papier heb gesteld. En waarvan we net hebben afgesproken dat u die per mail toegezonden krijgt. Ik zal daar ook bijvoegen een brief die ik vorige maand... heb toegestuurd in reactie op de ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning. Dan heeft u, voordat u straks besluit in de besluitvormende raad, alles op een rij. Plaatjes spreken vaak meer tot de verbeelding dan woorden. In elk geval geldt dat voor mij. En ik had op dit scherm ook graag een presentatie willen houden, maar dat was om praktische redenen allemaal niet mogelijk. Dus ik doe het nu in de vorm van een aantal steekwoorden dat ik meeneem in het verhaal. En als u dan straks het per mail leest, dan valt het allemaal op zijn plek als het goed is. Het openbaar bestuur heeft soms maar een kort geheugen. Ik wil graag met u terug naar 2016. Toen heeft de toen zittende raad besloten dat er geen zonneparken mochten worden opgericht in het buitengebied van Hardenberg. Niet. Daartoe heeft u een bestemmingsplanwijziging vastgesteld, specifiek betrekking hebbende op de regels van dat bestemmingsplan buitengebied. Het zou niet gebeuren. Daarna is het provinciale beleid in beweging gekomen en mag je afwijken. Dan heb je een ruimtelijke onderbouwing nodig die is geschreven door LC Energy. En die onderbouwing kent u wel, want die zat ook bij de stukken. Dus wat we hier aan het doen zijn juridisch is afwijken. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen nodig van uw gemeenteraad. Er staat ook in het verhaal van LC Energy, je leest er zomaar overheen, maar er staat... Het is in strijd met de regels van het nu geldende plan. Punt. Maar wel een beetje onderbelicht. Maar u moet dus niet alleen zo meteen de vergunningen, als die
verleend zouden gaan worden, onverhoopt wat mijn cliënten betreft. En die vergunningen in ontwerptervisie leggen, en dat wordt wel geadviseerd in het raadsvoorstel. Maar wat ook moet gebeuren, is dat deze raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen zou moeten nemen. Nou, de jurisprudentie van de afdeling, vrij vers van de pers, heb ik in mijn stuk genoemd, kunt u nalezen. Dan de inhoudelijke discussie. In mijn brief van 18 april ben ik daar heel uitvoerig op ingegaan, maar die tijd heb ik vanavond niet. En dan moet u wel erg lang luisteren, dus dat doe ik ook niet. Maar het gaat over drie onderdelen, als je het provinciaal beleid leest. De eerste vraag, in hoeverre is de ontwikkeling gebiedseigen of is die gebiedsvreemd? Antwoord op die vraag is, gebiedsvreemd. Dan heb je een tweede pijler, wat is de impact? Is die groot of is die klein? Die is heel groot op dit gebied. Dan heb je al twee van de drie pijlers, die zitten in het rood als je het over provinciale beleid hebt. Dan is er nog een derde pijler die zegt, ja, bedient het initiatief het eigenbelang of maatschappelijke belangen? Nou, een heel grote mate eigenbelang van de grondeigenaar die vandaag gesproken heeft en van LC Energy. En een heel klein beetje de maatschappelijke belangen. Het enige wat er gebeurd is dat er een klein beetje groen wordt aangeboden. Overdrijf ik? Nee. Ik heb bij mijn pleitnota een bijlage met plaatjes waarin u het voor u kunt zien. En er werd gezegd, we zijn heel goed bekend in het gebied. Daarom was u niet geweest op uitnodiging van meneer Bruins. Oké, hij vond het erg jammer. Hij heeft u gemist. Maar de plaatjes spreken wel voor zich. Meneer Macaul, u impact heeft nog een kleine minuut. Dat is meer dan genoeg, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Er is namelijk voor dit onzalige plan, wat door de strot wordt geduwd, want zo ervaart men dat, op die bijeenkomsten met LG Energy, daar was nog die 20%, zegt mijn cliënt, lang niet gehaald. Dat is veel kleiner. Er is één die er beter van wordt. Dat is de bijenhouder in dit gebied. Die krijgt een prachtige strook speciaal voor hem ingericht. Er is een alternatief. En we hebben ook aangegeven waar het ligt. Dat alternatief dat is afgesabeld op Beltweg Oude Veerweg tegen de Duitse grens aan. Dat alternatief wordt afgeschreven. Aan de ene kant wordt gezegd, ja, het zou een uitstekende plek zijn. Zelfs nog groter, 16 hectare. Geen bezwaren van de buurt, dus het gaat rimpeloos naar de finish toe. Maar waarom wordt daar dan niet op ingestoken? Omdat LC Energy, het werd gezegd door de grondeigenaar, en dan sluit ik af, dan weer onderaan de stapel zou verdwijnen. Nou bent u gemeenteraad en u moet belangen wegen. En u ziet heel veel tegenstand vanuit echt een paar honderd adressen. En er worden maar een paar mensen beter van. In termen van het provinciale beleid, twee lichten op rood en eentje, maar misschien is het nog net oranje. Er ligt een concreet alternatief, dan duurt het langer en dat is ten gunste van andere mensen. Energiedoelstellingen worden gehaald. Waarom niet dat alternatief omarmd? Maar, dat is de klemmende boodschap van deze avond. Dank u wel. Dank u wel. Blijft u nog even staan. Wellicht zijn er nog vragen vanuit de raad. Meneer Bakker. Dankjewel, voorzitter. U spreekt over het bestemmingsplan buitengebied, dat daarmee geen mogelijkheid zou zijn om daar zonneparken te realiseren. Maar ik dacht dat het in het bestemmingsplan buitengebied bepaalde gebieden aangewezen zijn voor landbouw en natuurbehoud. Dus dat betekent ook dat er ook gebieden zijn waar wel mogelijkheden zijn. Ik wil best een juridische discussie met u houden, maar ik denk dat ik dan weer onmiddellijk afgekapt word, want er is geen tijd voor vanavond. Daarom krijgt u ook mijn stukken. Lees ze alstublieft. Er zit een afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan, maar de manier waarop die gebruikt wordt, die is naar mijn mening in strijd met het provinciale beleid. Ik heb dat ook gemotiveerd. En als LC Energy dat niet met mij eens zou zijn, zouden ze niet de ruimtelijke onderbouwing van Elewoude hebben ingebracht. Daarin staat, het past niet, het is strijdig. En dan zou uw gemeenteraad eigenlijk ook helemaal niks over dit onderwerp hoeven te zeggen. Dan doen we het allemaal voor niks. Dan zou het een bevoegdheid van BNW zijn, waar u helemaal niks mee te maken heeft. Zo is het niet. Ik wacht uw stuk in spanning af. Meneer Jonkans. Ja, dank u voorzitter. Ja,
Zoals u weet is het ook het beleid niet statisch, maar aan wijzigingen onderhevig. Dus wat dat betreft is er ook sprake van voortschrijdend inzicht. En daarvoor is volgens mij juist die afwijkingsbevoegdheid bedoeld om in zulke soort gevallen daar gebruik van te maken. Dus ik snap uw betoog, maar het valt volgens mij op dit vlak. En ik ben het niet met u eens. Nou, dat kan. Ja, maar ook gemotiveerd, hè? Ik roep niet zomaar wat. Als u kijkt naar het provinciale beleid, want alles wat de gemeente doet moet in overeenstemming zijn met het provinciale beleid en dat van het Rijk. Als u kritisch kijkt naar de provinciale ruimtelijke verordening en die punten 1, 2 en 3, dan staan daar echt twee seinen op rood. En eentje, de betekenis, hè, wat de maatschappij dan terugkrijgt. Nou, daar hebben ze geprobeerd om iets te doen, maar dat is zo weinig. Dat je, als je het weegt in termen van het provinciaal beleid, dan zou je moeten zeggen, daar moet je als gemeente nooit aan beginnen. En eigenlijk staat dat ook wel met veel woorden in het raadsvoorstel. Maar dan wordt er gezegd, ja sorry, het is weinig, maar meer kan niet, want die subsidieverordening laat niet meer toe. Maar als dat zo zou zijn, dan zou dus de provincie dit kunnen afschieten, dit plan. Het is ook mijn stelling dat wat de gemeenteraad hier wordt voorgesteld, dat dat in strijd is met provinciaal beleid. Jawel. Nou, ik laat hier maar bij. Ja. Dank u wel. Dank voor uw aandacht. Voorzitter, ik heb een vraag. Meneer Bak, ben ik u vergeten? Ik heb u niet gezien, excuses. Ik zou de volgende nog keer laten zwaaien. Nog een laatste vraag van meneer Bak. Ik begrijp het. Dank u wel, voorzitter. Ik wil hier niet juridisch gaan redetwisten. Dat mag best. Want ik heb zo het gevoel dat ik daar het onderspit zomaar zou kunnen gaan delven, want het is niet mijn vak. En als gemeenteraad, misschien om te kaderen richting u, zitten we hier niet alleen om naar het juridische te kijken, maar ook vooral om iets te vinden met elkaar. Om ook maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en daar richting aan te geven. En daar loop je tegen juridische vraagstukken aan. Dat zij zo, daar hebben we ook een ambtelijk apparaat voor en een college voor om dat goed, duidelijk en helder richting ons te maken, zodat we op basis daarvan onze besluiten kunnen nemen. Wat ik een beetje in uw betoog heb gemist en aan de andere kant ook geproefd heb, is dat u ook wel een bepaalde interpretatie geeft. Juridisch is het natuurlijk ook altijd meervoudig interpretabel, of op sommige momenten meervoudig interpretabel. En u geeft wel een bepaalde interpretatie voor de drie kaders die gesteld zijn. En daar kun je best anders naar kijken. Daar kun je ook best iets anders van vinden. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe u namens de bewoners is wat anders kijkt. En niet op het juridisch vlak, maar wat u nu vindt. Hè, van, zou er een mogelijkheid zijn om dit, gezien ook de moeilijke context waarbij er voorstanders zijn en tegenstanders zijn, om toch tot een invulling te komen van het park op deze locatie? Ziet u daar mogelijkheden toe? Ik krijg een beetje het verwijt dat ik alleen maar een juridisch verhaal hou. Dat vind ik jammer, want binnen de 5 minuten die ik heb, heb ik geprobeerd om juist iets anders te doen dan wat ik verwachtte van de andere insprekers. Dus ik heb geprobeerd... Als ik één ding in de reden mag, ik probeer u geen verwijt te maken. Ik dank u voor uw juridische inzicht, want dat helpt ons ook. Dus ik maak u geen verwijt, dat wil ik wel vooropstellen. Blij met die correctie, dank u wel. Maar voor ik het antwoord geef op uw vraag, toch nog terug naar die 3 punten en... Het mooie is dat Elerwoude zelf mij gelijk geeft op het punt dat die seinen op rood staan. In het rapport van Elerwoude staat gewoon dat het een gebiedsvreemde ontwikkeling is. Dat is de eerste poot, de eerste pijler van het provinciale beleid. Er staat gewoon in dat de impact groot is. Daar praat men niet omheen. En dan ben je in het toetsingskader van laat je het toe ja of nee, ben je al 2 van de 3 pijlers kwijt. En dan ga je toestaan, als u daartoe zou besluiten als gemeenteraad, op grond van die 3e pijler, wat krijgt u dan als gemeenschap? In de beleving van mijn cliënt is dat veel te weinig. Dan vraagt u eigenlijk aan mij, zo vertaal ik uw vraag, hoe zouden we dan op basis van die 3e pijler misschien toch kunnen meewerken? Nou, het antwoord van mijn cliënten is heel simpel, dat is net als de vorige spreker. Die willen daar niet over praten op deze locatie. Waarom niet? Omdat er een betere alternatief is. Ik heb in mijn stukken ook de jurisprudentie genoemd van de Raad van State, waarin staat dat als je aan het wegen bent en je hebt heel veel problemen op 1 locatie en je hebt alternatieven voor een andere locatie waarin al die bezwaren niet kleven en die tot hetzelfde resultaat, ik hoop niet dat ik u inmiddels kwijt ben, meneer Bakker. Oké, die tot hetzelfde resultaat leiden,
dan moet je er op grond van de jurisprudentie voor kiezen voor die weg die die bezwaren allemaal niet kent. En het enige nadeel wat daaraan kleeft is dat meneer Reinders dan geen geld krijgt. Nou, dat vind ik jammer voor meneer Reinders, maar in de weging vind ik dat volstrekt redelijk. Terwijl de doelstellingen van de energietransitie wel behaald worden. Daar komen mijn cliënten wel, niet aan. Dank u wel, meneer. Nogmaals dank voor uw beantwoording. We zullen de stukken die u heeft aangeleverd ook onder de raadsleden verspreiden. Het is heel veel technische informatie, ik denk. Het is wel tijd om naar het meningsvormend gedeelte zeker, van mevrouw, voorzitter, als ik toch nog heel even mag, ik wil in ieder geval u danken voor uw antwoord. Want het geeft wel een goede dimensie aan de discussie die we straks met elkaar moeten voeren. Dus dank daarvoor. Goed, dat waren de insprekers bij agendapunt 4 zonneparken. En dan gaan wij nu over naar het meningsvormende gedeelte, de eerste termijn. Welke fracties kan ik daarover het woord geven? Prima, begin ik bij meneer Kuipers. Dank u wel, voorzitter. 4 december 2018 hebben we als raad 4 criteria gesteld waar een zonneparkproject aan moet voldoen, voordat wij als raad daarmee akkoord gaan. In het raadsvoorstel is weliswaar zichtbaar dat het college met de 4 criteria aan de slag is geweest, maar de ChristenUnie heeft behoefte aan een beter inzicht, met name waar het gaat om de maatschappelijke meerwaarde en het betrekken van de omgeving, dus criterium 2 en 4. Bij criterium 2... in het raadsvoorstel komen weliswaar zaken aan de orde als postcode roos, duurzaamheidsfonds, educatie en nog een aantal andere invullingen. Maar kan de wethouder uitleggen hoe dit in het voorliggende raadsvoorstel en de plannen van de initiatiefnemers concreet invulling krijgt en of hij vindt dat er optimaal aan de door de raad gevraagde randvoorwaarden is voldaan? Als het gaat om criterium 4 zouden wij graag zien wat de maatschappelijke acceptatie is. Hoeveel huishoudens hebben het gevoel dat zij juist iets inleveren, bijvoorbeeld uitzicht? En hoe verhoudt zich dat met de invulling van criterium 2? Hebben de initiatiefnemers dat actief onderzocht in de betrokken omgeving? Daarnaast hebben wij op 4 december onder andere een motie aangenomen waar we het college vragen te laten zien hoe deze projecten onderdeel zijn van het geheel als we het hebben over de mix van opwekking van duurzame energie. Als raad hebben we toen de volgende punten opgedragen. Bij de uitwerking van de randvoorwaarden te bedingen dat het bevorderen en stimuleren van zonne-energie op daken daarin wordt opgenomen en dat concrete projecten onderdeel worden van de bijdrage van initiatiefnemer aan zowel de omgeving als de energiedoelstelling van de gemeente. De tweede, binnen 3 maanden te komen tot een concreet plan, dan wel een coöperatie die daken voor zonne-energie gaat faciliteren op particulieren en bedrijven in de gemeente. En ten derde, een plan te ontwikkelen om binnen 1 jaar de eigen daken van de gemeentelijke gebouwen te bedekken met zonnepanelen. Graag horen wij van de portefeuillehouder hoe het college hier in verband met de voorliggende raadsvoorstel invulling aan heeft gegeven en wat de resultaten zijn, zodat we als raad het geheel in beeld krijgen en goed weten waar we dan al wel niet mee akkoord gaan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kuipers. Ga ik naar meneer voorzitter. Hullen. Meneer Bak. Mag ik een vraag stellen aan de heer Kuipers? Zeker. Ik ben even heel benieuwd hoe de heer Kuipers, maar ook hoe de ChristenUnie, ook na vanavond alle insprekers, kijkt naar de complexiteit in het totale dossier van de zonnepanelen. Ik hoor u een aantal dingen terughalen vanuit een motie die we vastgesteld hebben met elkaar. Maar ik ben... En dat heb ik niet helemaal van u duidelijk gekregen in uw verhaal. Ik weet niet precies waar u staat. Wat vindt u nu ten aanzien van de projecten die voorliggen, maar ook ten aanzien van de dilemma's die we hier vanavond gehoord hebben, met de voorstanders en de tegenstanders? Kunt u daar antwoord op geven? Jazeker. Wij zijn ons daar nu op aan het oriënteren. We luisteren ook naar alle insprekers. En wij zullen daar naar de raad uiteindelijk een besluit over nemen. Maar kunt u me in ieder geval een tipje van de sluier oplichten? Want u vindt ongetwijfeld na vanavond ook iets. Hè? U heeft ook verhalen gehoord en u verwijst nu naar de raad. Maar ik ben toch wel even benieuwd. Ik probeer ook mijn mening te vormen. Ik ben benieuwd waar u staat. Zodat ik ook op basis van uw mening wellicht mijn mening kan bijstellen. Volgens mij hoor je al wat je zegt, maar goed.
Nee, wij willen eerst de juiste informatie op tafel hebben en dan kunnen wij hier pas echt een mening over vormen. Dus eerst het college. Volgens mij een duidelijk antwoord, meneer Bak. Het is ook meningsvormend, dus gaandeweg. Dat probeer ik, dank u wel. Gaan we naar meneer Daar Roelofs. Willen wij graag mee helpen trouwens, voorzitter, om zijn mening te vormen. Heel goed, heel goed. Dat, die heb ik enorm, voorzitter, dat begrijpt u. Die woorden meneer van de heer Roelofs. Stelstra. Goed, terug naar het serieuze gedeelte, voorzitter. Dank u wel. Ik zal proberen om alvast iets tegemoet te komen aan meneer Bak. Om wat moeilijke vragen achteraf te voorkomen. Even als inleiding, zonneparken zijn heel populair tegenwoordig. Dus toets zonneparken in op Google en de grondbezitters vliegen je om de oren. De vraag naar grondbezit, kunnen wij misschien een zonnepark op hun gronden aanleggen? Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen relevant als je het hebt over een zonnepark. En dat is eigenlijk onze totale visie op de duurzame energie in de gemeente Hardenberg. Dat waren we ook met elkaar overeengekomen dat we dat als volgorde zouden hanteren. We hebben Lutte naar voren getrokken. Met alle argumenten van dien, die zal ik hier niet herhalen. Maar daar waren we het volgens mij unaniem over eens. Ook na de nodige discussie met meneer Bak overigens. Maar dat kwam uiteindelijk helemaal goed. Dus dat verwacht ik vanavond eigenlijk ook. Daarna zouden we onze visie gaan neerzetten. En vervolgens zouden we kijken hoe de volgende zonneparken eventueel in die visie zouden passen. Nou, die volgorde zijn we een klein beetje kwijtgeraakt om hele goede argumenten. Maar dat betekent wel dat we misschien nog wel des te zorgvuldiger naar deze voorstellen moeten kijken. Dus ik heb een aantal vragen gedeeld in 3 onderwerpen. Ik wilde beginnen met de stand van zaken in Hardenberg. Want belangrijk om te weten waarom willen we nu nou zo'n tempo maken met die zonneparken. Dus staan we er dan zo slecht voor? Dus hoeveel duurzame energie wekken we al op? En komen we in de problemen als we nu niet volle bak doorgaan? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Vervolgens hebben we dat dan ook in beeld. Er wordt veel gesproken over huiseigenaren met zon op dak. Hebben we dat in beeld? Ik heb nog wel eens de indruk dat dat wordt geroepen, maar hoe doen we dat dan? Hoe weten we nou op welke daken zonnepanelen liggen en tellen die al mee in het percentage duurzame energie dat we op dit moment opwekken? Het tweede blokje, en misschien wel de belangrijkste, is de maatschappelijke meerwaarde. Dat is al vaak benoemd. Komt in alle voorstellen voor. Alleen wat ik dan in de voorstellen lees, is dat het vaak algemene opmerkingen zijn. Dus we proberen met lokale ondernemers in de slag te gaan. We proberen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij deze projecten te betrekken. Hoe maken we dat deel nou concreet? Om te voorkomen dat het holle zinnen zijn die het voorstel misschien goed doen, maar waar we uiteindelijk niks mee bereiken. Aansluitend op die opmerking. De omgeving moet maximaal profiteren van de plannen. Daar zijn we het altijd over eens geweest. Als ik nou kijk wat er in elk voorstel staat onder het blokje maatschappelijke meerwaarde, dan zie ik dat die onderdelen niet 100% overeenkomen. En dan is wellicht een simpele vraag, waarom halen we niet het maximaal uit elk voorstel? Voegen we dat bij elkaar en is dat dan één eisenpakket? Dat zou toch veel overzichtelijker zijn? Dus volgens mij is er op elk voorstel nog wel wat te winnen op maatschappelijke meerwaarde. Dus ik ben even benieuwd naar uw visie daarop. Dan hebben we het over het voldoen van die voorwaarden gehad. Dus hoe monitoren we dat dan? Dat daar ook daadwerkelijk mee aan de slag gegaan wordt. Laatste blokje. Dat gaat over de plannen in de tijd en het netwerk en de SDE-subsidies. In aanloop naar deze oriënterende ronde hebben we vragen gesteld over de capaciteit van het elektriciteitsnet. Dat is een veel gebezigd onderwerp in deze zaal. Wat we in die antwoorden gekregen hebben, is dat het behalen van die subsidie afhankelijk is van dit tijdtraject. Dus als we niet op dit tempo doorgaan, dan komen die projecten in de knel voor de subsidieronde van oktober. Schuiven ze naar maart 2020 en dat zal die projecten voor aanzienlijke kosten stellen. Dus mijn vraag is, hoe groot is dat probleem daadwerkelijk? En ook, er zijn afspraken met de netbeheerder over het realiseren van de aanpassing in het net om deze parken mogelijk te maken. In hoeverre zijn die afspraken nou aan tijd gebonden? Dus zitten we daar in de knel om tempo te maken? Dat is een belangrijke. Verder over, er gebeuren natuurlijk een heleboel dingen aan de klimaattafels. We hebben het klimaatakkoord van Parijs. We hebben hier de regionale energiestrategie. West-Overijssel, daar hebben we ook afspraken gemaakt. Hoe sluiten we nou aan op die strategie? En is wat wij nu doen, sluit dat dan nog aan en zitten we dan nog op het goede spoor? Afsluitend, ook om tegemoet te komen aan meneer Bak.
voordat u mij de vraag over gaat stellen. Het uitgangspunt van ons als CDA is altijd geweest dat we uiterst terughoudend willen zijn met het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgronden. En dat is na vandaag ook niet veranderd. En ja, ik heb heel zorgvuldig geluisterd naar de insprekers. Goede dingen gehoord, maar dat verandert niks aan het principe. Wanneer er geen andere opties van de zonneladder zijn te benutten in een gebied en er wordt voldoende maatschappelijke meerwaarde aangetoond, dan worden die voorstellen in overweging genomen. Geen moment eerder. Dat gezegd hebbende, hebben wij moeite nog met de component compensatie. Is dat voldoende helder op basis van de beschikbare documentatie? Even praktisch en dan ook aansluitend op het onderdeel communicatie. In het voorstel van LC Energy, Sunneveld, werd verwezen naar een document wat niet bij onze stukken zat. En dat vind ik toch wel een lastige. Dus het hele stuk waarin gesproken werd, wanneer hebben we gesproken, met wie, welke informatiebijeenkomsten zijn er geweest, welke mensen zijn geïnformeerd, dat stuk heb ik pas later gekregen. En daar heb ik wel moeite mee om het beeld volledig goed te krijgen. Afsluitend, zorgvuldigheid gaat altijd voor snelheid. Dank u wel. Meneer Bak. Ik durf bijna niet meer, maar ik heb toch nog een kleine vraag aan de heer Roelofs. U mag een vraag stellen aan meneer Roelofs. Dank u wel. Meneer Roelofs, u noemde in een van uw punten dat... Ik moet al even bijna terughalen. Van, u werpte een aantal... op de maatschappelijke ladder ging dat volgens mij van maatschappelijke acceptatie, dat er meerdere criteria waren om dat allemaal maar samen te voegen. En dat alle projecten daaraan zouden moeten voldoen. Hè. Dus de projecten konden allemaal nog wel een tandje meer qua... Nou, invulling qua acceptatie en aan voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. Bent u niet bang dat u dan te veel voorwaarden opwerpt waar geen enkel project meer aan kan voldoen? En dat je daarmee te veel vraagt? Voorzitter, nee, daar ben ik niet bang voor. Mocht u mij ergens kwijtgeraakt zijn in mijn betoog, dan is dit ook op schriften te verkrijgen. Dus die zeg ik u vast toe. Wat heel belangrijk is in dit traject, is dat je zorgvuldig je afwegingen maakt en pas iets opgeeft als je daar ook iets voor terugkrijgt. Dus als we aan mensen vragen, en laten we het Hogewegproject even pakken, die is het meest besproken vanavond. Als je aan mensen in die omgeving vraagt om iets van hun uitzicht, iets van hun woongenot, iets van hun plezier in de omgeving op te geven, dan vind ik het een taak van ons om te zorgen dat dat zo goed mogelijk, en gecompenseerd is een nawoord volgens mij, zo goed mogelijk alternatieven worden geboden, waardoor die mensen er per saldo het minst last van hebben. En dat, ja. Op dat punt probeer ik te komen voor iedereen die moeite heeft met dit soort plannen. Ja, nee, helder, maar dan heeft u me nu wel te pakken. Dat had u me net niet, net was het meer technisch van aard. Met deze toelichting ga ik daarin helemaal met u mee. Goed, meneer Bak, u mag meteen door. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voor mij... Ik moet even mijn aantekeningen weer bijhalen, want mijn iPad schiet net uit omdat ik aandachtig geluisterd heb naar de heer Roelofs. Maar ook even naar aanleiding van wat de insprekers vanavond gebracht hebben, ligt hier natuurlijk wel een dilemma voor. Want we zijn nog steeds wachtende op de visie van het college. Dat toch kaderstellend zou moeten zijn wat je eerst met elkaar moet vaststellen alvorens je projecten als deze eigenlijk op goede wijze kunt beoordelen. De inspreker, de heer Makum, als ik zijn naam goed uitspreek, excuus daarvoor, die heeft inderdaad ook wel heel duidelijk gemaakt dat als je ergens aan begint, dat je in ieder geval heel goed moet weten waar je aan begint, waar de moeilijkheden liggen, waar je tegenaan loopt. En wat je nu ziet, en dat vind ik oprecht een hele lastige, is dat we in een situatie beland zijn waar je wederom voorstanders en tegenstanders op projecten hebt. En als je op voorhand een kader hebt, hoeven bepaalde initiatieven wellicht niet eens naar voren te komen, omdat je weet waar je aan toe bent als inwoner van Hardenberg, als ondernemer van Hardenberg. En wat ik nu wel zie gebeuren, is dat er met heel veel enthousiasme heel veel plannen ingediend zijn. En als dan achteraf blijkt dat er geen kader is, en dat we, en ik vind het een heel vervelend woord, maar op een basis van een bepaalde mate van willekeur, maar ook eigenlijk in het donker nu met elkaar keuzes moeten maken, vind ik het heel erg lastig worden. Want de plannen zijn mooi. De balans is mooi. Het verhaal van de heer Reinders is een mooi verhaal. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ik zit met stijgende verbazing te luisteren. Want we hebben toch heel duidelijk een aantal
punten opgegeven in een afwegingskader, namelijk een ruimtelijke inpasbaarheid, maatschappelijke meerwaarde, bijdrage aan de gemeente. Nee, maar jongens, dat hebben we niet. We hebben met elkaar afgesproken. Er staat ook zelfs in uw eigen coalitieprogramma dat er een aantal zaken nader uitgezocht willen worden. Ik wil u daar echt ook verwijzen naar uw eigen coalitieprogramma, want daar staan zaken in. Als ik ze erbij moet halen, laat me even uitspreken. Als ik die erbij moet halen, dan wil ik dat graag doen. Maar voor 1 april zou er een behoorlijk aantal zaken uitgezocht worden die van belang zijn in deze discussie of we wel of niet zonnepanelen op landbouwgrond gaan toestaan. Dus komt u nu niet aan dat er een kader is op basis van wij volledig kunnen besluiten. Dat is er op dit moment niet. De visie is er nog niet. Die zou er voor deze maand zijn. Dus volgens mij gaan we nu een kant op die niet helemaal correct en juist is, meneer Jonkans. Bladzijde 2 van het raadsvoorstel staan ze gewoon opgeschreven. Dus ik weet niet waar u het over heeft. Nou, dan moet u uw eigen coalitieprogramma maar eens gaan lezen. Ik kan u daarna verwijzen. Ik kan het erbij halen. Ik wil het graag naar de raad met u delen. Maar daar staan zaken in die uitgezocht zouden moeten worden en die van belang zijn in deze discussie. Dat gaat over zonnepanelen op daken. Dat gaat over zonnepanelen op zee. Dat gaat over windmolens op zee. Dat zijn allemaal zaken die uitgezocht dienen te worden. En die zie ik niet terug in deze discussie. En die wil ik hier juist bij betrekken. Maar ik zou, voorzitter, graag nu eerst met mijn verhaal verder willen gaan. Want dat gaat over een afweging waar wij nu mee te maken krijgen. En een kaderstelling die niet voldoende duidelijk is, waardoor het richting ondernemers die met goede initiatieven komen, maar ook richting omwonenden die zorgen hebben, een heel moeilijk onderwerp aan het worden is. Dat is nog even los van de kaders die we nu in de nota hebben liggen die hierbij gevoegd is. Dus doen we de juiste dingen in de juiste volgorde? Dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag. Doen we de juiste dingen in de juiste volgorde? Want mijn grote voorkeur gaat ervan uit dat je samen met elkaar tot goede plannen komt en niet tegen elkaar uiteindelijk plannen gaat realiseren waar naar de bijsmaak aan zit. En dat is misschien wel een persoonlijke noot bij deze oproep. Maar ik wil daar als graag voor de eerste termijn het antwoord hebben van de portefeuillehouder. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bak. Ik ga naar meneer Boshoven. Ja, dank u wel. Ik was al bang dat ik overgeslagen zou worden en dat kan ons toch niet gebeuren als het gaat over dit soort duurzaamheidsinitiatieven. En het CDA ook niet, hoor ik. Dus dank u wel. Mijn fractie heeft kennis genomen van deze plannen en wij hebben gekeken in hoeverre het voldoet aan, aan het afwegingskader zoals ook in het raadsvoorstel staat over de ruimtelijke inpasbaarheid, maatschappelijke meerwaarde, het bijdragen aan de energiedoelstelling en het betrekken van de omgeving. Daarbij hebben wij moeten concluderen dat deze plannen daaraan voldoen, al in verschillende mate en op verschillende manieren. Wel hoorde ik ook bij het CDA wat vragen over hoe ga je monitoren, hoe je die omgeving blijft betrekken en hoe ga je die maatschappelijke meerwaarde, hoe blijf je dat monitoren? Dat is ook een vraag die wij hebben. Het moet natuurlijk niet een schijn van vrijblijvendheid hebben. Vandaar onze vraag. En tevens horen wij van veel inwoners die in de buurt wonen van een potentieel zonneveld, dat die graag aan de slag willen, dat ze een energiecoöperatie willen, dat ze willen meedoen. Maar dat ze dat allemaal best wel complex en lastig vinden. Nou horen we van sommige initiatiefnemers dat zij wel willen ondersteunen, maar ik hoor ook graag vanuit het college of die ook nog een rol voor de gemeente ziet om daarin te gaan ondersteunen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Boshoven. Ga ik naar meneer Bakker. Dank u wel, voorzitter. In de raadsvergadering van 30 oktober 2017 is ingestemd met de energietransitie. 20% reductie in 23, 30% in 30. In december 18 is er voor deze drie pilotprojecten een principegoedkeuring gekomen. En naar mijn mening voldoen ze allemaal aan de voorwaarden die destijds gesteld zijn. Maatschappelijke inpasbaarheid, et cetera. Wanneer dit nou niet door zou gaan, halen we dan de transitiedoelstelling wel. Het is eveneens zuur voor de initiatiefnemers wanneer het niet doorgaat. We
Ja, ze hebben een proces opgestart en vervolgens kunnen we het afschieten. Dat is natuurlijk wel erg zuur. Initiatiefnemers leiden schade door gemaakte kosten. Nou, het argument op landbouwgrond heb ik net al aangekaart. Ja, en verder zal er ten aanzien van de energiecoöperaties door de gemeente nog wat meer gestimuleerd kunnen worden. Tot zover. Dank u wel, meneer Bakker. En tot slot, meneer Jonker. Voorzitter, mag ik meneer Bakker even een vraag stellen? Oh, daar was me voor. Meneer Van den Berg, uiteraard. Begrijp ik het goed, meneer Bakker, dat op koers voor een voorstander is van zonnepanelen op landbouwgrond? Zonder zonnepanelen op landbouwgrond zullen wij de transitie niet halen, denk ik. We zijn ook geen voorstander van windmolens. Meneer Helder, dank u wel voor het antwoord. Meneer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het voorstel gelezen en we konden ons daar in de hoofdlijnen zeker op vinden. Wel hadden we nog wel wat vragen bij de compensaties. We zien toch dat die een beetje met wat slagen om daarom ingevuld zijn. En ik mis daar toch wel een zekere mate van concreetheid. Natuurlijk snap ik ook wel dat dat nu nog niet helemaal precies aan te geven is. Maar toch, ik denk dat daar wel wat meer uit te halen is en met wat meer zekerheid aan ons te rapporteren is. Dat vraagt dus aan het college ook om daar goed op te letten op die concreetheid. Maar ik denk dat daarnaast het college zelf ook een rol heeft. Want het is ook al door eerdere sprekers genoemd, door meneer Boshoven. Van kijk, een energiecoöperatie opzetten is geen dagelijkse bezigheid voor mensen bij u en mij in de straat. En ook voor mij niet. Dus dat is specialistische bezigheid. En daar begin je niet zomaar aan om even naar de koffie van kom, ik ga eens een coöperatie oprichten. Dus een veel actievere houding van de gemeente zou zeer wenselijk zijn om ook daadwerkelijk mensen die met dat idee rondlopen ook over de brug te kunnen trekken. Voorzitter. Ja, meneer Bak. Dat is nou precies een van de punten, meneer Jonkans, waar ik zojuist op duidde. Dat zou nader onderzocht worden. Dat zou duidelijk zijn voor 1 april. Dat staat ook in uw coalitieprogramma. En dat is op dit moment nog niet duidelijk. Dus dat is precies waar ik op doe. Dus ik ben heel blij dat u die vraag ook stelt. Ja, maar ik reageerde op uw vraag dat er geen kader zou zijn. En het kader staat gewoon in het voorstel. Dus daar reageerde ik op. Wat u nu zegt, dat zijn aanvullende zaken. En die kunt u inbrengen, maar die breng ik nu ook in. En die zouden we eerst hebben voordat we dergelijke besluiten zouden. Goed, ik wil nogmaals onderstrepen dat het pleidooi van de heer Reinders heeft ook geholpen. Zeker ook, het is wel de grond van meneer Reinders. En hij kan op zo'n manier toch zijn bedrijf voortzetten. En dat is misschien niet met het verbouwen van gewassen. En ik wil ook nog eens benadrukken dat het ook niet alleen maar voedselgewassen betreft. Er wordt ook heel veel leliebollen, om maar eens wat te noemen, verbouwd. Die echt mensen niet opeten, tulpenbollen. Snijmais wordt niet gegeten. Zo kan ik nog een eindje doorgaan van allerlei producten die niet voor menselijke consumptie geschikt zijn. Dus laten we alsjeblieft ophouden om daar nou het wereldvoedselvraagstuk dat nu bedreigd wordt door de verduurzaming van de gemeente Hardenberg. Dat was mijn bij. Dank u wel, meneer Jonkhans. U zou de laatste zijn, maar ik zag volgens mij wel mevrouw Verschuur nog even de hand opsteken. Klopt, ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een aanvulling wat betreft wat meneer Bak en meneer Roelofs. Meneer Roelofs gaf net al terecht aan over de beperkte capaciteit of energiecapaciteit wat wij op dit moment hier in Hardenberg hebben. Ik heb in de vorige periode heb ik daar ook een vraag over gesteld. Hoe zit het nu met die beperkte capaciteit? Heeft dit invloed op de zonneparken die nu gerealiseerd gaan worden? En de pilots waar we het nu over hebben. En heeft dit ook consequenties op de pilots die nog komen gaan? De wethouder heeft toen aangegeven dat hij in gesprek zou gaan met Innexus. En misschien dat de wethouder daar op dit moment een toelichting over kan geven. Hoe verder? Dankjewel. Dank u wel. Ik kijk ook even naar het college.
of zij nog wat tijd nodig hebben om alle vragen voor te bereiden. Prima, dan gaan we door. Dit waren de vragen in de eerste termijn. Ik zal wethouder Ten Kate vragen om de vragen te beantwoorden. Ja, voorzitter. Inderdaad, ik ga een poging doen. Er zijn heel veel vragen gesteld. Ook nog heel veel inhoudelijke vragen. Ik weet niet of ik ze allemaal tot achter de komma kan beantwoorden. Maar ik ga een poging doen. Ik had eerst nog de bedoeling om even te schetsen van ja, hoe zijn we nu, via welk traject zijn we hier gekomen. Maar gezien de tijd denk ik toch dat ik maar direct begin met het antwoorden van de vragen die gesteld zijn door de diverse fracties. Ja, één ding is de algemeenheid, dat kunnen we wel concluderen, dat de energietransitie waar we op dit moment middenin zitten, dat doet wat met mensen, dat doet wat met de omgeving. Ik ben gisteravond ook bij de bijeenkomst geweest in Bergentheim voor de eerste start richting de omgevingsadviesgroep. En nou, ook daar heb ik goed gehoord wat het doet met mensen. En ook hier vanavond nadrukkelijk gezien de insprekers. Ja, het betekent wat als de omgeving gaat veranderen in kader van de energietransitie. Maar voorzitter, we ontkomen er niet aan. En dat hebt u ook met elkaar in 2017 eigenlijk al vastgesteld. In de kaders, en dan kom ik al even een klein beetje op het terrein van de VVD. Met de kaders die u toen hebt gesteld ten aanzien van hoe willen wij in Hardenberg omgaan met de energietransitie. U hebt toen gekozen voor een mix van zon, wind en restwarmte. Die kaders, nou ja, goed, daar is een zonnekaart aan toegevoegd. Dat is ook een kader in die gebieden waar we het wel zouden willen en waar we het liever niet zouden willen vanwege natuur en landschapsbelang en aan de andere kant vanwege het landbouwbelang. U geeft ook aan dat we een aantal vragen zouden moeten beantwoorden voor 1 april. Dat klopt. Dat hebben we volgens mij ook gedaan in een brief van 19 februari. Daar zijn we ingegaan van hoe staan we er nu in als het gaat over bijvoorbeeld wind op zee. Nou, noem maar op. Al die vragen die in dat coalitieakkoord stonden, die zijn in die brief van 19 februari allemaal beantwoord. We hebben ook gezegd van daar gaan wij in de raadsbijeenkomst die in april zou plaatsvinden, maar die jammer genoeg niet is doorgegaan, zouden we daar ook verder nog meer duiding aan geven. Maar in die brief van 19 februari, daar vindt u eigenlijk al die antwoorden die in het coalitieakkoord stonden. Meneer Bak, u wilt een verdiepende vraag stellen. Ja, want het is bekend dat die brief van 19 februari, even uit mijn hoofd, dat die bij ons is gekomen. Het is ook bekend dat er een eerste aanzet gemaakt zal worden in een bijeenkomst in gesprek met de Raad. Om te kijken wie we ons hebben, hoe zitten we er met elkaar in. Ik heb begrepen inmiddels dat het uitgesteld is om zeer terechte reden, met respect overigens daarvoor ook naar 18 maart. Maar mijn punt is wel dat de totale visie eigenlijk voor april of in april klaar zou zijn. En er is pas een aanvang gemaakt met die visie op 2 april. En dat is om begrijpelijke reden nu verschoven naar 18 juni. Maar we zitten dus nog steeds uiteindelijk te wachten op een totaalvisie op basis waarvan een weging moet plaatsvinden. Dat is mijn belangrijkste punt in deze. Ja, ja. In juli, dacht ik, 2018 is er besloten om de visie en het plan waar we nu nog in zitten, om die voor 2009 met een jaar te verlengen. Om onszelf de kans te geven om in 2019 met een nieuw meerjarenplan te komen. En inderdaad, 2 april zou de eerste aanzet zijn om met de Raad daarover in gesprek te gaan van hoe de Raad daar tegenaan kijkt. Maar we zouden niet dit jaar al een visie opleveren. Althans, 2019 zou nog doorgaan en we zouden dan eind dit jaar voor de volgende jaren de nieuwe visie opleveren. Voorzitter, ik ga even de fracties bij langs. Er zijn op 4 december 4 criteria gesteld. Beter inzicht in de maatschappelijke meerwaarde. Daar wordt over gevraagd door de ChristenUnie, wat nu precies de maatschappelijke meerwaarde is. Nou, wij geven voor een deel, of wij geven dat aan in het raadsbesluit. Hè. Per park
wat nu precies er mogelijk is per park om te participeren. Is er wel of niet een gebieds- of een duurzaamheidsfonds? Beschikbaarheid voor de postcode-roos, nou, educatie en ook het betrekken van lokale bedrijven. Dat is zeg maar waar de parken op ingaan. En daar kunnen we nadrukkelijk van zeggen van nou, is nou 10% beschikbaarheid voor een postcode-roos, is dat voldoende? Hè? Geeft dat voldoende maatschappelijke meerwaarde? Nou, daarvan geven wij ook aan van het is in ieder geval de gebruikelijke, landelijk gebruikelijke 10% die je vaak tegenkomt. En wat ook al bij een van de insprekers is gezegd, op het moment dat je veel meer gaat doen, dan kom je dus een beetje in conflict met de subsidieverstrekker, de SDE-subsidies. Want nou ja, goed, want dan wordt er dus eigenlijk subsidie doorgesluist naar een gebied. Dus dat is heel goed afwegen. En wat is nog meer maatschappelijke meerwaarde? Hè? Want er zijn verschillende plannen, maar we weten dat bijvoorbeeld in het plan van LC Energy, daar zit ook een heel groot deel in ieder geval kosten die gemaakt worden voor de ruimtelijke inpassing. De 25% van het waar ook de inspreker het over had. Ook daar gaan kosten mee gepaard. En dat is rond een kwart miljoen wordt er geïnvesteerd om het in ieder geval goed inpasbaar te maken. Is dat maatschappelijke meerwaarde of niet? Nou ja, goed, daar kunnen we met elkaar over discussiëren. Maar daar wordt wel geld voor geïnvesteerd. Welk deel is het nu van de mix die we met elkaar als kader hebben gesteld? We hebben de mix, het zonnepark Lutten. We hebben de restwarmte Wavin. En als we de percentages aan we moeten geven van hoe zitten wij nu in die mix, dan is bijvoorbeeld de restwarmte van de Wavin, die maakt voor 2% deel uit van de totale energievraag. De grootschalige zon, en dat is inclusief het zonnepark Lutten, en het zijn dan de 6 die u met elkaar op 4 december hebt doorgeleid, die staan voor, dat is 60 hectare, die staan voor 3%. Windpark Kloosterhaar in zijn volle omvang. We zitten nog helemaal in het proces. We weten niet precies wat er gaat gebeuren. Maar er was een potentieel voor 20. Dan is dat 12%. Het windpark aan de N36, waar we nog met de provincie over in discussie zijn. Als die doorgaat in zijn omvang zoals we hem hebben beschreven, dan is dat 5%. Dus al deze zaken die destijds zijn vastgesteld, bij elkaar opgeteld is dat deel, dat is 22% van het aandeel van de totale energievraag. Dus dat is een beetje, dat zijn de verhoudingen waar we op dit moment nu voor staan. Dan het bevorderen en het stimuleren van zon op daken. Wat doen we daar nu allemaal voor? Wat we ook hebben gezegd, hè, de gemeentelijke gebouwen, daar waar mogelijk, zijn nu, of dus ze moeten er ook de laatste, maar in ieder geval dat gaat allemaal gebeuren. Daar hebben we ook eigenlijk al heel snel na het indienen van hun motie gehoor aan gegeven. Ook de motie van de schooldakenrevolutie, daar zijn we volop mee bezig om ook mensen binnen de scholen daarvoor over de streep te trekken. Dat proberen we ook te faciliteren. We hebben de initiatievenmakelaar beschikbaar voor het oprichten van energiecoöperaties, zon op daken, noem maar op, vanuit de natuur- en milieuorganisatie. We zijn aan het kijken, in het kader van de asbestproblematiek, voor heel Overijssel overigens, om erfencoach aan te stellen. En dat die erfencoach op het moment dat hij met de asbestproblematiek aan de gang gaat, dat hij ook iets kan vertellen over zon op daken. Want het asbest gaat eraf, zon erop. Er is voortdurend advies te verkrijgen via het energieloket waar wij aan meedoen. Waar we ook mensen, in ieder geval mensen in de particuliere woningvoorraad, om die over de streep te trekken, aan kunnen geven van hoe ze het beste aan kunnen pakken. Ook als het gaat over isoleren, maar ook ten aanzien van zonnepanelen. Bijvoorbeeld aanstaande donderdag is er nog een workshop die we in het kader van het project Energie Neutraal Verbouwen organiseren hier in Hardenberg. Om ook
in die workshop mensen weer mee te nemen van hoe kunnen we het beste de woning isoleren. Als er zonnepanelen op moeten, hoe kunt u het beste doen? Dus ook om echt adviezen te geven en mensen daarmee te helpen. En natuurlijk zijn er de prestatieafspraken als het gaat over de woningbouwcorporatie. We zijn volop met de LTO in gesprek. Daar proberen we ook zaken mee te doen om ook zon op daken te krijgen van de stallen. Meneer Stelstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij ontvouwt het plan zich hier ter plekke. En de inzet van de motie was juist dat we dat niet allemaal mondeling hoefden te horen, maar dat we dat op een papiertje zouden krijgen, een raadsvoorstel. En dat we daar dan met elkaar over in gesprek zouden gaan. Dus wellicht is dat even onduidelijk, want ik hoor u nu een hele hoop dingen noemen. Dan zou ik zeggen, maak er een mooi plan van en stuur het naar de raad. Nogmaals, voorzitter, 2 april was het de bedoeling om dat allemaal met u te bespreken. Dat gaan we nu niet weer herhalen, maar in juni zitten we bij elkaar, en dan gaan we daar ook nog verder over door. Ja, in de motie staat de vraag om met een plan te komen om de daken te stimuleren. Dus ik zou het nog steeds op prijs stellen. Ik denk de rest van de raad ook als dat plan nog komt. Voorzitter, we komen met een plan. En wat mij betreft is dat het nieuwe plan voor 2020. En ondertussen doen we gewoon de dingen die we moeten doen. We zitten hier in de gemeente met de slogan de kracht van gewoon doen. Laten we het toch gewoon vooral gaan doen. Want dat is veel belangrijker dan zaken op papier zetten. Ik snap dat u het heel graag op papier wilt hebben. Ik ben ook blij met uw enthousiasme overigens. Dan even kijken. Heel gedetailleerd, vragen van het CDA, van hoeveel zonnepanelen liggen er nu al op? Ik heb daar een heel mooi schema van, als ik dat helemaal moet voordragen, dan zijn we daar nog een hele poos mee bezig. Hou maar op, dat is niet de bedoeling, dat snapt u. Nee. Wat de vraag is, u noemde net hele flitsende percentages over allerlei projecten, die ik niet allemaal kan reproduceren, heb ik ook geen behoefte aan. Dat komt vast ergens op papier. Waar het mij om gaat is, u noemde ook al even asbest als onderwerp. Daar zijn ook hele mooie kaarten van beschikbaar, waar nog asbest op schuren zou liggen. Nou, die kaartjes zijn niet helemaal actueel, zeg ik dan even voorzichtig. Dus hoe hebben wij dan in beeld wat er aan zon op dak wordt gewonnen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe schatten wij nou dat percentage in? Nee, de asbestkaart die door de provincie is gemaakt, die is absoluut niet actueel. Want op het moment als er een storm is en mensen gaan via de verzekering weer platen opleggen, dan wordt dat niet altijd gemeld dat er asbest is verwijderd. Dus we zijn daar niet actueel over. Niet voor niks dat we ook een persbericht hebben gemaakt en kenbaar hebben gemaakt dat de kaart er is. En ook mensen hebben opgeroepen van klopt hij niet, geef het dan ook aan. Hè? Want we willen hem graag heel graag actueel houden. Dus dat is even de asbest, daar gaat het vanavond niet over. Ik denk dat het beste is dat wij u gedetailleerd toesturen van hoeveel percentages panelen er nu op daken liggen. Ik kan u wel zeggen dat het heel erg goed gaat in Hardenberg. Dat betekent niet dat we nu achterover moeten gaan zitten, want we willen die progressie die er is ook heel graag door laten gaan. Wat we wel weten, dat als je het in absolute aantallen bekijkt, dat we de tweede gemeente zijn van Overijssel met de hoeveelheid zonnepanelen op daken van zonnepanelen. Dus in die zin, we doen het goed. En ik ga u de gedetailleerde cijfers ga ik u toesturen. Eén klein vervolgvraagje, want dat was eigenlijk de vraag. Hoe bepalen we dat dan? Loopt er iemand langs al die huizen zonnepanelen te tellen? Dat probeer ik te snappen, hoe u nou tot dat percentage komt. Ik krijg de cijfers ook aangeleverd. Waar ze precies vandaan komen, dat durf ik u niet te zeggen. Maar ook dat ga ik u melden, wat de bron is van die getallen. De vraag van het CDA-cursia van komen we nu in de problemen en hoe staat het erbij? En ook even, ik denk dat ik daar ook even het antwoord moet geven op de rest. Komen we in de problemen? Ja, nou goed, het is maar net wat u zelf een probleem vindt. U hebt met elkaar vastgesteld dat wij in 2030 30% van de energie hier binnen de grenzen van onze gemeente op willen wekken. En dat we dat ook inclusief industrie, grote industrie, alles erop en eraan. Nou, daar moeten we hard voor werken. En als we alle dingen die ik zo heb genoemd, hè, in de percentages, hoe komen we dan eraan? Ja, als we daar steken in laten vallen, dan denk ik dat we ergens spaak gaan lopen. En we weten van alle projecten ook absoluut nog niet of ze wel doorgaan gaan vinden. Hè. Dus we zitten in het gebiedsproces in Klooster Haarbergentheim, ik noem het nog een keer. Ja, we weten niet precies wat daaruit komt.
Dus als we nu overal laten we het maar een beetje kalm aan doen, we gaan temporiseren, dan denk ik dat we op een gegeven moment die 30% wel in gevaar komt. En die 30% die sluit ook precies aan bij datgene wat eigenlijk van ons wordt verlangd ten aanzien van de regionale energiestrategie vanuit het Rijk via de provincie komt die naar de gemeente toe. Dus ik denk dat we het tempo wat we nu hebben, dat het een mooi tempo is. Dat we doen het goed, ook als ik kijk naar andere gemeenten. Maar dat we ook daarmee een hele zelfbewuste houding kunnen hebben. En ook een zelfbewuste houding richting het bod wat we moeten doen straks. Richting de provincie als het gaat over de rest. En dat we daarmee ook, en het is, klinkt altijd als een dreigement, maar dat we daarmee ook de provincie buiten de deur houden als het gaat, als straks blijkt dat er onvoldoende biedingen zijn gedaan. Dus in die... Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag over stellen? Ja. Want denkt u dat die eiland heeft over een zelfbewuste houding? Denkt u dat die zelfbewuste houding nog beter zou zijn op het moment dat je zou zeggen van goh, we gaan eerst met elkaar het gesprek aan, hè, over het plan, over de ambities en innovaties? Denkt u niet dat de zelfbewustheid van ons dan beter zou zijn als je dat eerst zou doen en daarna aan de slag zou gaan met plannen die hier nu ter tafel liggen? Ja, ik begrijp de intentie van de vraag niet helemaal. Want ik denk, zeg maar, dat u 2017, maar ook 4 december, ja, een zelfbewuste keuze hebt gemaakt om dit te gaan doen. En ook in de gedachte dat het een bijdrage levert aan de opdracht die we met elkaar hebben geformuleerd. Ik weet niet of dit voldoende antwoord is, maar... De intentie van de vraag is dat ik een beetje twijfel. En meneer Roelof, zei er ook al iets over, hè? Kwaliteit gaat boven snelheid. Ik vraag me een beetje af of wij op dit moment niet te snel handelen als het gaat om zonnevelden in relatie tot de rest. Laat ik het maar zo zeggen. Daar komt mijn vraag vandaan. In relatie tot de rest of tot de rest? De rest. De rest. Nou ja, je kunt op elk thema, als het gaat over groen gas, over biomassa, over wind, over zon, kun je van elk thema er iets uithalen en temporiseren. Dat kan. Maar we hebben met elkaar, ik heb het gevoel in ieder geval, juist die mix vastgesteld om met alle dingen aan de slag te gaan. Het zijn niet voor niks pilots om te ontdekken waar we staan. Ik zou me bijvoorbeeld wel kunnen voorstellen dat we, als we die 60 hectare zon die in de mix zat, dat we daarna zeggen van nou laten we dan eens even de balans opmaken. Want deze zijn we gewoon nodig, want na 30% stopt het niet. We moeten ook richting 2050, tenminste de ambitie van de overheid, naar een klimaat- en een energie-neutraal landschap toe. Dus ja, dan kunnen we wel zeggen van we gaan nu wat eruit halen, want wellicht komen we een beetje te gemakkelijk aan die 30%. Maar ik denk dat je daarmee eigenlijk ook daar waar je nu hebt gezegd van we gaan aan de slag, mensen een beetje ja, voor de gek houdt, want je komt later waarschijnlijk toch een keer weer langs. Dus... Ja, het is maar net waar de ambities liggen, waar we, nou ja, hoe je ermee verder wilt. Ik kan me best voorstellen, het zijn niet voor niks pilotprojecten, dat we zeggen van nou, we gaan die 60 hectare doen. Daar hebben we met elkaar op 4 december een redelijke stap toe gezet. Maar dat we dan dus even, als het gaat over zon, de balans opmaken en kijken van, en hoe loopt het nu verder met de wind. En nou ja, dat we dan kijken van hoe gaan we verder. Mag ik één vraag hierover stellen? Ja. 60 hectare noemt u een pilot. Ik ben geen agrariër, dus, maar volgens mij is dat iets van 600.000 vierkante meter. En dat is best veel. Kan een pilot niet gewoon kleiner zijn om daarvan te leren? Want ik vind dat dit hele grote keuzes zijn voor hele lange termijn. Ja, maar... En dat u het feit dat wij dat zo zorgvuldig mogelijk willen doen, dus dat we daar kritische vragen over stellen, dat zie ik niet als temporiseren, vrij vertaald vertragen. Dat zie ik als zo zorgvuldig mogelijk onze keuzes maken hier, om daar goed onze rol te vervullen. Zo zie ik het. Ja, maar in alle bescheidenheid, en ik wil helemaal niet jij bakken, maar die 60 hectare, die hebt u zelf aangewezen als pilot. Hè? Dat is de grootschalige zon waar u op 4 december een akkoord voor hebt gegeven. Dus in die zin, dat zijn de pilots. En daarna maken we de balans op. Ik ga verder met uw welnemen, voorzitter. Ja, nou die maatschappelijke meerwaarde, ik heb daar denk ik al wat van gezegd.
Ja, u geeft aan van op elk voorstel valt nog wel wat te winnen. Ja, ik kan tot uit de treuren gaan oplepelen wat er nu allemaal in die voorstellen staat. De 10%. Als er geen energiecoöperatie is en dus geen postcode-roos, die kan dan geen invulling vinden. Dan is men bereid om iets in een fonds te stoppen. Er zijn mogelijkheden om met de tegen inkoopprijs mee te doen in zonnepanelen op daken. Een wens die hier ook nadrukkelijk ligt. Ik heb ook volgens mij al een keer eerder gezegd, maar de energiecoöperaties die komen wellicht niet van de grond. Er is ook heel erg gevraagd van hoe kan een gemeente dat stimuleren. Nou, dat doen we dus inderdaad door die initiatievenmakelaar ook in te zetten om mensen daarmee voor te helpen. Het zal wat mij betreft nooit aan liggen dat er onvoldoende kennis wordt ingevlogen vanuit de gemeente. Wij willen alles bijdragen om te zorgen dat de kennis er is om met die energiecoöperatie aan de slag te gaan. Alleen het initiatief om het te doen, die zal toch echt vanuit de samenleving zelf moeten komen. Daar moet het belang opgepakt worden. En ik doe dat niet alleen bij deze plannen. Ik ben vorige week nog in Slagharen geweest bij de oplevering van de dorpvisie. Hebben ook doorgesproken van nou, wat zit daar nou in voor duurzaamheid. En ook nadrukkelijk aangegeven van als jullie plannen hebben ten aanzien van duurzaamheid, wij kunnen jullie faciliteren met mensen die de volgende stap kunnen zetten. Ook daar de initiatiefmakelaar weer aangeboden. Dus nogmaals, we hebben het allerliefst dat het onderop gebeurt, maar het moet daar wel opgepakt worden. Dat kunnen we kunnen niemand met een pistool op de borst zeggen van gij zult een gebiedscoöperatie of een energiecoöperatie. Capaciteit van het netwerk. 50 plus heeft daar wat naar gevraagd. Voor de 6 pilotprojecten van 4 december, noem ik maar even. Hè, daarvoor is de netwerkcapaciteit beschikbaar. Maar dat is niet, en dat is ook niet eeuwig beschikbaar. De 3 die, waar we nu mee aan de slag zijn, die moeten eigenlijk nu met deze SDE-ronde meedoen. Om vervolgens die offerte die er nu ligt en de afspraken die er met de netbeheerder zijn gemaakt, om die nu ook gestalte te geven, want als we het nu niet doorgaan, dan komen ze inderdaad weer achter in de rij. En dan zijn ze dus hun kansen om aan te sluiten nu kwijt. En dan wordt het wel lastiger. Hoe sluiten we aan bij de rest? Daar heb ik volgens mij het een en het ander over gezegd. Deze projecten maken dan een onderdeel uit van ons bod voor de rest. Nou, compensatie is er nog iets over gezegd van het CDA. Compensatie, dat is een lastig woord. Dan komen we in de betaalplanologie en dat is in Nederland verboden. Als het gaat over een lagere waarde van de woningen, dan is dat natuurlijk het normale traject van planschade voor waar iedereen gewoon een beroep op kan doen. Dat zou je eigenlijk als compensatie moeten zien. GroenLinks. Plannen voldoen volgens GroenLinks wel aan een maatschappelijke meerwaarde. Geeft ook aan van energiecoöperatie oprichten, de rol van de gemeente. Nogmaals, alle inzet die nodig is als we kennis moeten faciliteren, heel graag doen we dat vanuit de gemeente. Die kennis is gewoon overal beschikbaar en daar willen we heel graag aan meewerken. Op koers halen we de doelstellingen wel. Daar heb ik volgens mij iets over gezegd in kader van de RES. Energiecoöperatie meer stimuleren door de gemeente, heb ik ook iets over gezegd. Partij van de Arbeid geeft iets aan over stimuleren. En de capaciteit van de pilotprojecten van 50PLUS, daar heb ik ook wat van gezegd. Voorzitter, ik heb het gevoel dat ik op hoofdlijnen rond ben. Volgens mij, tenminste, ik heb geprobeerd bij te houden of alles genoemd is, heb ik niks gehoord over de SDE-subsidies. Dat is een vraag die door meneer Roelofs gesteld. Ja, nou, ik heb hem eigenlijk genoemd in kader van de beschikbaarheid van het netwerk. Dus op het moment dat we nu er niet voor kiezen. Ik kan er nog iets meer over vertellen. Hè, want het heeft dus nu te maken met het netwerk niet kiezen voor nu. Dan komen we ook in een andere ronde van de SDE-subsidies. We weten dat we dan in de SDE++ komen volgens mij. En die is meer gericht op CO2
reductie en minder op productie van energie. Althans, die component wordt er wel extra bij ingebracht. Daar komen ook andere initiatieven meer naar voren die ook gehonoreerd kunnen worden. Dus er is meer concurrentie en men moet er meer voor doen om in ieder geval ook in aanmerking te komen voor die SD-subsidie. En nou ja, de hoogte van de bedragen, daar is ook geen zekerheid over. Dat is wat ik daar nou over kan zeggen. Dank u wel voor de beantwoording. Kijk even rond. Ik zie mevrouw Stadman. Ik weet niet of het een tweede termijn gaan, nou, voorzitter. Daar heb ik een vraag vergeten, maar ik weet niet of mevrouw Stadman een vraag gesteld had in de eerste termijn. Ben nee, ik even kwijt. Had alleen een vraag gesteld. Nee, oké. Dan is er. Wat ik zie dat er wel behoefte is aan een tweede termijn, of zijn er maar twee vraagstellers? Drie. Dan ga ik toch de vergadering schorsen. Het is inmiddels 20 voor 11. En dan na de schorsing verder met de tweede termijn. Zouden we niet, voorzitter, de tweede termijn af kunnen maken? Want ik denk dat het slechts om een aantal restvragen gaat. Dat zou ook mijn voorkeur hebben, voorzitter. Ja. Gaan we nog even door? Prima. Als de portefeuillehouder dat ook wil, tenminste. Dan gaan we voor nu voor de vraag voor de tweede termijn. Ik stel mij heel nederig op, voorzitter. Goed. Is wel een duurzame oplossing, voorzitter, niet dan? Goed. Voor de tweede termijn. Mevrouw Stadman, meneer Bak, meneer Roelofs en meneer Kuipers. Nee, goed. Mevrouw Stadman. Dank u wel, voorzitter. Ik was nog eigenlijk wel benieuwd of de portefeuillehouder iets zou kunnen zeggen over de inbreng van de heer Markel, over het provinciaal beleid. Of de voorliggende initiatieven dan uit de pas lopen. Dus ik zou willen weten of daar al een antwoord op te geven is of dat een te technische vraag is. Meneer Bak. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Ik hecht in ieder geval aan ook om gezegd te hebben dat we vanuit de VVD absoluut enorme voorstanders zijn van duurzame energie. En dat we echt vinden dat er iets moet gebeuren. Ondanks onze kritische vragen, misschien juist wel daarom onze kritische vragen om juist de snelheid te krijgen in de opwekking van duurzame energie. En daarom is de volgordelijkheid ook zo belangrijk. En ik ben een beetje de grammofoonplaat vanavond. Maar ik wil toch nog graag op een antwoord hebben van de portefeuillehouder wanneer het meerjarenplan klaar kan zijn. Want 18 juni gaan we daar de eerste sessie mee doen. En gaan we het dan überhaupt nog redden dit jaar om een strak meerjarenplan te hebben? Want dat is heel erg belangrijk om uiteindelijk de kadering goed op orde te hebben en de goede afweging te kunnen maken. En de tweede vraag die sluit heel erg aan bij de vraag van mevrouw Slapman. En dat is eigenlijk hoe verhouden de vier criteria die wij in ons raadsvoorstel hebben vastgesteld. Het zit ten opzichte van de drie criteria vanuit het provinciaal beleid. Maar wat betekent dat ook voor het eventueel in procedure gaan van de initiatieven die nu voorliggen? Hoe kansrijk zijn die initiatieven? Of kan er echt met succes bezwaar gemaakt gaan worden? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat voor initiatiefnemers heel erg van belang is om daar een afweging in te kunnen maken of ze een initiatief gaan doorzetten of niet. En ik heb toch het gevoel dat daar nu ook bij u wat onduidelijkheid over is. Wellicht wat technisch van aard, maar die vraag wil ik in ieder geval beantwoord hebben. En dat zou ook eventueel schriftelijk kunnen. Die handreiking die wil ik heel graag doen. En dat is voor ons wel heel belangrijk om dat inzicht te krijgen. Meneer Roelofs. Dank, voorzitter. Ik wil even terug naar het netwerk. Daar hebben we het al even over gehad. Maar het antwoord, de capaciteit is niet voor eeuwig, was mij net iets te ruim qua kaders. De vraag was eigenlijk concreet. Stel dat we de SDE-ronde van oktober niet halen. Blijven de toezeggingen die de initiatiefnemers hebben voor de aansluitingen op het net dan bestaan? Dat was concreet mijn vraag. En aansluitend daarop, stel dat we het niet halen, worden dat soort partijen dan ook voor kosten gesteld? Moeten ze bijvoorbeeld betalen als het project niet doorgaat, omdat ze al wel een aanvraag hebben gedaan? Dat vind ik wel een interessante. En dan nog één reactie op wat u eerder zei. Ik vroeg u wanneer het een probleem werd, die kreeg ik van u terug. Wanneer wij het een probleem vinden. Wat wij als CDA een probleem zouden vinden, is als wij onder druk van kalenders beslissingen nemen waar we later spijt van zouden kunnen krijgen. Ik vind zorgvuldigheid in dit soort projecten, al gaat het maar om 600.000 vierkante meter zonnepanelen, vind ik altijd bovenaan staan. En dat gaat voor mij boven elke planning. Dus dat wilde ik nog even gezegd hebben. Dank u wel. Meneer Kuipers. Dank u wel.
Wij zouden graag nog willen weten hoeveel huishoudens het gevoel hebben dat zij iets inleveren. We hebben net gehoord dat er 216 mensen tegen zijn, maar we zijn ook wel nieuwsgierig hoeveel mensen eigenlijk voor zijn, zeg maar. En daarnaast gaf u aan dat 10% compensatie voor de postcode roos, voor de postcode roos gebruikelijk is, maar is het ook mogelijk om van de initiatiefnemers meer te vragen? Dat waren de vragen in de tweede termijn. Ik kijk even naar de portefeuillehouder. Er is één vraag voor wethouder Breukelman. Twee. Dus die gaat als eerste. Dank u wel. Ja, dank voorzitter. We hadden afgesproken dat de vragen die gaan over ruimtelijke ordening bij mij thuis horen. Dat was in eerste instantie niet zo sprake, maar nu wel twee vragen. En die spitsen zich met name even toe op het juridische verhaal. Daarbij is het inderdaad zo dat in het bestemmingsplan buitengebied, wat destijds is vastgesteld, dat het daar niet in is opgenomen. Maar goed, daarin zijn we niet uniek. Die vraagstukken die speelden destijds ook nog niet zo. Paste toenmalig ook niet in het provinciaal beleid. Dat is nu heel anders. Nu je invulling moet gaan geven aan de maatschappelijke doelstellingen. Dus ook het provinciaal beleid is daarop aangepast. En wijk je af van je bestemming, dan kan dat met een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning. Dat is hier dus ook aan de orde. Uw raad heeft daarbij het primaat in de ruimtelijke ordening. Maar u heeft in 4 december ook bij het beslispunt over de verklaring van geen bedenking daar iets van gevonden. Dus dat is wel degelijk ondervangen in het proces. Daarnaast is nog stilgestaan, maar ja, wat vindt dan ook de provincie daarvan? Nou, bij het afwijken van het bestemmingsplan middels deze procedure zijn we ook verplicht om dat ook bij de provincie voor te leggen. En zij kijken dus ook met ons mee en toetsen dus ook aan die ruimtelijke criteria die voorliggen voor deze plannen. Voorzitter, mijn vraag is niet in volledige zin beantwoord. Want ik heb een koppeling gemaakt tussen het afwegingskader, zoals we dat zelf met elkaar hebben, die 4 punten die we zelf met elkaar opgesteld hebben, en de 3 criteria die de provincie kent. Ik kan me ook voorstellen dat het handig is om dat meer met elkaar in overeenstemming te hebben, zodat de toetsing daarvan ook makkelijker en eenduidiger. Als ik het goed begrepen heb, zijn de 4 criteria die wij hebben vastgesteld in lijn met die de provincie heeft. Voor nu even voldoende. Dank u wel. Voorzitter, toch nog even, excuus, dat ik, want het schiet me net binnen. Een ander deel van mijn vraag was van in hoeverre als de bijgevoegde initiatieven in procedure zouden komen van beroep en bezwaar, gaan de initiatieven overeind blijven? Want dat is een belangrijke afweging voor de initiatiefnemers. En daar heb ik nog niet wat over gehoord van de portefeuillehouder. Ja, kijk voorzitter, ik kan natuurlijk daar geen garanties over geven of een bezwaar wel of niet slaagt of faalt. Het is wel zo dat wij zo goed mogelijk proberen om zeg maar zaken vast te leggen. Dat wij ook de plannen die voorliggen bij de provincie neerleggen van kijk eens met ons mee. En leidt dat daar ook tot andere inzichten? Nou, daar hebben we dan gesprekken over als dat het geval is. Dat leidt ook daadwerkelijk tot aanpassingen in een aantal plannen. Maar de vraag of er wel of niet succesvol bezwaar gemaakt wordt, ja, daar kan ik moeilijk het antwoord op geven, voorzitter. Het is wel zo dat we heel nadrukkelijk voor gekozen hebben om aan het voortraject van de inzagelegging eerst naar uw raad te gaan. Om daar eens even te horen van, hé, hoe staat de raad erin? Want als nou het college eerst positief de inzage zou leggen en we zouden dan nog bij uw raad terugkomen, ja, dan wordt het allemaal wat ingewikkelder. En dus dit is een meer zuivere vorm wat dat betreft. Ja, dit is helder. En misschien nog even toelichten waarom ik de vraag ook stel. Want voor initiatief nemen is natuurlijk ook van belang in verband met die SDE, omdat die ook weer gaat veranderen. Wat kun je verwachten? Want als je een proces uiteindelijk heel erg lang gaat opschuiven en je hebt aan de voorkant zaken niet goed geregeld, ja, dan kost het alleen maar meer tijd, terwijl je snelheid zou willen maken. Dus vandaar mijn vragen ter verduidelijking. Ja, voor de reden te meer om nu vanavond hier bij u te zijn, om zeg maar terugtellend vanaf oktober daarin de juiste stappen te kunnen zetten. Nogmaals dank voor de aanvullende informatie. Wethouder ten Katen. Dank u wel, voorzitter. Er zijn nog een paar vragen voor mij over. Een hele concrete. Wanneer is het MJP klaar? De planning is dat we dat eind van dit jaar, in ieder geval dit jaar nog besluitvormend in de raad brengen. Nou, dat lijkt me een heel concreet antwoord. Dus harde toezegging eind dit jaar besluitvormend. Harde toezeggingen vind ik altijd heel lastig, maar de planning is dat we dat eind dit jaar... Die vind ik wat minder lastig, hoor. Ja, ik hou over harde toezeggingen. Ik snap het, maar die valkuil gaan we niet in trappen vanavond. Maar heel serieus, we zijn daar gewoon volop mee bezig. Er is capaciteit voor ingehuurd en we gaan dat echt proberen om dat voor het eind van dit jaar hier in de raad besluitvormend neer te leggen. Laten we dan met elkaar die uitdaging oppakken.
Dat gaan we zeker doen. Het netwerk, als we de SDE niet halen, blijven de toezeggingen dan bestaan. De contracten die lopen tot januari. En in principe vervallen ze dan. Dan zal natuurlijk iedereen proberen met onderhandelingen met de netwerkbeheerder er toch weer iets van te maken. Of toch nog weer ergens te komen. Maar die onderhandelingen die doen wij niet. En er zijn heel veel initiatieven. En ik kan mij voorstellen dat een netwerkbedrijf zegt van u hebt een bepaalde termijn. We hebben nog zo'n stapel aanvragen liggen. Waarom zouden we nu met u verder gaan? U hebt die tijd gehad. De volgende is aan de beurt. Dat kan ik, maar ik ben niet een netwerkbedrijf. Maar dat is wel de situatie zo die er is. Wat betekent dat dan voor de initiatiefnemer? Dan betekent dat hij 50% van het bedrag waarvoor hij dat nu heeft geïnvesteerd dan kwijt is. En dat zijn bedragen, heb ik begrepen, zo tussen de 600 en 800.000 euro. Dus 50% daarvan. Dat is dan de schade die men oploopt. Dan nog de vraag van de ChristenUnie van, ja, is het mogelijk om die 10% of meer van die postcode-roos? Ik herhaal even, het is het gebruikelijke recept. Ik moet ook realiseren dat het ongeveer zo'n 10% bij het park, dat er een investering nodig is van 1,5 miljoen. En om dat al als energiecoöperatie op de tafel te krijgen en aan te jagen, dat is al een hele kluif. Dus ik vind de vraag ook een beetje meer vragen, maar ik houd ook graag bij de realiteit. En dan is dit wel de realiteit. Mag ik daar een korte aanvullende opmerking over maken? Wij begrijpen wel wat u zegt, maar gebruikelijk is ook maar gebruikelijk. En we hebben het hier vanavond ook over maatschappelijk draagvlak. En op een moment, en we hebben ook de insprekers gehoord die op een bepaalde manier over initiatiefnemers spreken. Of dat dan wel of niet terecht is, hè, maar dat hebben we geconstateerd. Dus de vraag is, dat bracht bij ons de vraag naar boven. Is het mogelijk dat daar wat meer in wordt gedaan? Dat is de achtergrond van die vraag. Kijk, dan ga ik me nu op de stoel van de initiatiefnemer begeven. Ik wil daar best nog eens een keer met de initiatiever over spreken van wat men daarvan vindt. Er zit ook wel de consequentie bij dat je daarna ook met die SDE-subsidies en te veel teruggeven, dat je daar weer mee in conflict komt. Maar ik ga hem u nog even schriftelijk beantwoorden nadat we daar overleg over hebben. Dank u wel. Is er nog behoefte aan een derde termijn? Meneer Kuipers. Ja, ik heb net nog een vraag gesteld. Wij zouden graag willen weten hoeveel mensen hoeveel huishoudens er voor en tegen zijn. Ik snap dat het misschien niet direct een antwoord op is, maar ik kan me voorstellen dat het wenselijk is in de toekomst. Meneer Wethouder Breukelman geeft een reactie. Voorzitter, ik kan u niet op een briefje presenteren hoeveel mensen nu exact voor zijn en hoeveel mensen tegen zijn. Natuurlijk hebben we gezien, ook in de communicatie die naar de raad gegaan is, dat er ook handtekeningen zijn verzameld, maar we weten ook dat er ook mensen zijn die best voorstander zijn, die ook wel willen participeren, maar die heel logischerwijs natuurlijk ook nog even wachten met instappen om te kijken van ja, komen deze initiatieven nog een stuk verder. Dus heel concreter dan dat zou ik vanavond niet kunnen worden. Nee, dat snappen we. Hè? Maar is het wellicht in de toekomst een idee om dat soort dingen in kaart te gaan brengen? Van, hey, wat is nou... Ik snap dat het een complexe vraag is, maar... Meneer Stelstra, excuus voorzitter, maar de meneer Stelstra is voorstander van een referendum? Nee. Nee, dat zeg ik niet. Ik vraag me af of wij als gemeente bij dergelijke ontwikkelingen met een impact dat in kaart zouden kunnen brengen. Hoe de omwonenden erin staan. Is gewoon een open vraag. Misschien zegt u van, nou, we moeten nog 2 nachten overslapen. Misschien nog wel meer, dat mag. Misschien moeten we er allemaal ook een nachtje nog over gaan slapen. Ja, wellicht in ieder geval. Maar, Of wellicht 2 weken, voorzitter. Ik wil voorstellen om de beraadslagingen zo te beëindigen. U wilt nog een antwoord geven. Gaat uw gang. Nou, en dan wil ik zo meteen de vergadering schorsen hierna. Enige wat ik nog wil zeggen. Geef nog een reactie. Ik wou zeggen, voorzitter, dat ik heel goed zeg maar die intentie begrijp om dat in kaart te brengen. Maar ik weet ook van een heel aantal mensen die zeggen ja. Maar wij houden wel kruid even droog totdat het besluit genomen is. En kijken dan wel in hoeverre we gaan participeren. Het gaat er een beetje om spannen of het een hamer of bespreekstuk wordt. Nee, ik denk het niet, hè? Bespreekstuk.
Goed, gaat als bespreekstuk naar de volgende raadsvergadering. Ik schors de vergadering tot 11 uur, 5 over 11. Dat iedereen even kan pauzeren. En om 5 over 11 hervatten we de vergadering. Goed, dames en heren van de raad en op de publieke tribune. Ik zou heel graag de vergadering zo willen hervatten. Goed, dames en heren. Ik wil aanvangen met de oriënterende vergadering van nu nog steeds 7 mei. En ik wil graag doorgaan naar agenda punt 5. Vaststelling bestemmingsplan De Pol 1A te Balkbrug. En ook voor dit onderwerp hebben wij een inspreker. Ik zou graag de heer Post willen vragen om achter het spreekgestoelte plaats te nemen. Voorzitter, mag ik misschien even een punt van orde maken? Meneer Van den Berg. Is het misschien mogelijk dat we agenda punt 6 verplaatsen naar een andere datum? Ter behandeling van dat agendapunt heb ik met de griffier afgesproken dat ik dan met een procedurevoorstel ga komen. Dat mag nu ook wel, maar ik wilde eigenlijk ook wel door met agendapunt 5. Vindt u het goed als we bij behandeling van punt 6 met een procedurevoorstel gaan komen? Dan kunnen we ook verder. Meneer Post heeft uren gewacht, zoals hij het zelf al aangeeft. En ik zou hem het woord graag willen gunnen in dit huis. Meneer Van den Berg, is dat akkoord? Prima. Goed. Meneer Post, allereerst dank voor uw geduld. U heeft 5 minuten. U mag iets uitlopen. Als ik eerst even in mag gaan op uw opmerking, dan het getoonde geduld is een fractie van wat wij al jaren moeten doorstaan. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Dag aan het college. Ik sta hier voor de zoveelste keer. Nu staan we hier eigenlijk vanuit een omgevingsrechtelijk principe. Hier zijn vragen aan de orde bij dit dossier. Die eigenlijk al ruim voor dit tijdstip, maar ook ruim voor de uitspraak van de Raad van State, hadden moeten worden gesteld. En aan u hadden moeten worden voorgelegd om een juist oordeel te kunnen vellen. Ik vind het eigenlijk jammer dat het nu pas aan de orde is. Maar goed, we hebben nu in ieder geval een richtlijn aan de hand van de uitspraak van de Raad van State. Ik ben overigens verheugd te vernemen dat binnen de gemeenteraad ook echt aandacht wordt geschonken. Dan doe ik op de heer Roelofs en de heer Bak die net hebben aangegeven, even inhakend op het vorige agendaonderwerp, dat feitelijk het zo is dat iedere burger recht heeft op het feit om gehoord te worden als er een verandering in de omgeving plaatsvindt. Dit is een mooi voorbeeld van een verandering in de omgeving waarbij op geen enkele wijze rekening is gehouden met de belangen, nog behoeftes en gevoelens van de omwonenden. Dat gezegd zijnde heb ik 5 minuten de tijd om u een beetje wegwijs te maken misschien in het dossier. Dat gaat me vast niet lukken, want ik heb een dossier van 40 centimeter. Dus ik ga ook niet alle argumenten met u uitwisselen op dit moment. Dat moet desnoods dan maar voor de Raad van State. Maar waar het op neerkomt is eigenlijk dat u zich nu weer gesteld ziet voor de vraag. We hebben het hier over een grindwasserij op een locatie die er niet voor was bestemd. De gemeente heeft toegestaan dat die grindwasserij van start ging en nog steeds operationeel is op dit moment. En dat is gebeurd zonder dat er een zogenaamd behoefteonderzoek heeft plaatsgevonden. Daar hebben wij altijd op gehamerd. Wij hebben altijd gezocht naar een legitimatie van waarom moet een dergelijk bedrijf op die locatie. U heeft nu de kans om daar een eigen oordeel over te vormen. We hebben een heel dossier voor ons liggen. Het is aan u om daar een juist oordeel in te vellen natuurlijk. Wat ik kan doen is op dit moment alleen maar zeggen van nou, wij hebben nu een dossier aanvullend gekregen. We zien in de plannen dat er met name een beroep wordt gedaan op een rapport van de stekgroep. Waarin dan zeg maar de behoefteonderzoek is gedaan en is aangegeven waarom de locatie aan de Pol 1A geschikt zou zijn. Wij vinden dat rapport absoluut onvoldoende, niet maatgevend en eigenlijk een sterk staaltje van die 9 interpreteren. Het gaat er namelijk niet om dat wordt beredeneerd dat een illegale situatie naar een legale situatie toe wordt geredeneerd. Nee, het gaat erom wat is de behoefte binnen de regio aan een dergelijke grindwasserij. Ik praat hier over het wassen van vervuild dakgrind.
is een dergelijke behoefte daar? Kunnen wij dat herleiden uit het STEK-rapport? Onze stellige overtuiging is dat niet het geval. Dat zo zijnde moeten we, en als u een andere mening bent toegedaan, is dat natuurlijk uw goed recht. Maar als we al zouden aannemen dat een dergelijke behoefte binnen de gemeentegrenzen, binnen de regio zou bestaan, dan moeten we ons de volgende vraag stellen. Is dan de locatie, de Pol 1A, daarvoor geschikt? We weten allemaal dat het grindwasbedrijf met zich brengt dat er een nieuwe ontsluiting moet plaatsvinden. Die nieuwe ontsluiting is op dit moment zo geprogrammeerd dat een oprit ook afrit wordt. En verderop ook weer een inrit, een toevoeging aan de oprit. Dat kan nooit en ten nimmer tot een veilige situatie leiden. Het verkeer wat een oprit opgaat hoeft echt geen rekening te houden met tegemoetkomend verkeer. Bovendien staat in de planregels in artikel 3.6 dat die inrit of nieuwe ontsluiting binnen 1 jaar gerealiseerd moest zijn. Anders kon dat bedrijf daar niet worden uitgeoefend. Ik kan u vertellen, we hebben het over 2017, 4 juli 2017, dat het vorige besluit is vastgesteld. Er is nu nog niks gedaan. De situatie is nog steeds hetzelfde en er wordt nog steeds in het gewas. Nu ik het toch over de ontsluiting heb, er is ook weer een novum. Bij de zitting van de Raad van State werd zowel door de gemeente als door de initiatiefnemer aangegeven dat de zuidelijke inrit, zoals die nu dus bestaat, dat die zou komen te vervallen. Wat schetste onze verbazing om tijdens de persconferentie te vernemen dat nu die zuidelijke ontsluiting wel blijft bestaan. En wel met dat effect dat de noordelijke ventweg, die pal langs de woningen aan de Pol loopt, dus minus 2 meter afstand, dat de nieuwe ontsluitingswet wordt naar het bedrijf Trein Jacobs. Dat is dan weliswaar voor langzaam bestemmingsverkeer. Maar dat zijn niet autofietsers of scootmobielen zoals werd gesteld. Nee, we hebben het hier dan over tractoren, met silagewagens, met giertanken, shovels. Alles wat maar met langzaam verkeer van doen heeft, moet dan op die weg langs onze woning. 2 meter afstand hebben we het over. We hebben het over 40, 50 ton aan gewicht wat dan voorbij dendert. Gesitueerd op veengrond. Woningen grotendeels gefundeerd in de tweede helft van de 19e eeuw. Geen aankondiging heeft plaatsgevonden, geen onderzoek heeft plaatsgevonden. En nu wordt het aan u voorgelegd om daar ook een beslissing over te nemen. Waarom wordt er niet alternatief gedacht? Alles wordt op de oostelijke richting gefocust, maar waarom kijken we niet naar het westen? Als het dan toch al moet komen, dan zouden er daar ook nieuwe en mooie ontsluitingsmogelijkheden zijn. In ieder geval beter dan wat nu geprogrammeerd is. Meneer Post, u zit inmiddels over de 5 minuten, maar ik gun u nog een halve minuut om tot een afronding te komen. Dan wil ik graag. Heeft u iets langer nodig? Nee, maar ik ga dat redden. Ik eindig met een paar vragen of een paar gewetensoverwegingen van mijzelf. Waar hebben we het eigenlijk over als wordt aangegeven in het STEK-rapport dat de grindwasactiviteiten niet zullen toenemen en zelfs zullen afnemen in de toekomst? Waar hebben we het dan over? Is überhaupt wel bekend wat het uiteindelijk plaatje is? Elke gelegenheid die tot dusver hier aan de orde is geweest, betekent een verandering van de plannen. Ook nu weer. Sinds wanneer kan het scheppen van een illegale situatie als door de gemeente feitelijk gedaan, als een vorm van gerechtvaardige compensatie worden beschouwd? Dat is een term die staat in het STEK-rapport. En dan tenslotte, wat heeft de gemeente eigenlijk uit te staan met de financiële armslag van een initiatiefnemer? Dat wou ik het dan maar laten, want mijn tijd is op. Dank u wel, meneer Post. U kunt even blijven staan. Er zijn wellicht nog vragen in de raad. U heeft een wat grotere bijdrage voorbereid. Zou u die nog met de griffier willen delen, zodat de raad die nog eens na kan lezen? Ik heb diverse dingen. Ik heb eentje die veel te ruim is, maar die misschien wel wat meer inzage geeft in onze denkpatronen en denkwijze. Ik laat het aan u. De mogelijkheid is er. Ja? Kijk ik even rond of er nog vragen zijn. Twee vragen. Meneer Wiet. Ja, dankjewel voor uw verhaal. U had het net over de ontsluiting van de N377. Dat het in de nieuwe bestemmingsplan, dat die ook weer, dat die open blijft. Heb ik dat goed begrepen? Wat ik net al aangaf, bij de Raad van State is aangegeven door zowel gemeente als initiatiefnemers, dat de zuidelijke ontsluiting, zoals die er nu ligt, dat die zou worden afgesloten. Ja. Daarover heeft de Raad van State ook te kennen gegeven, dan moet u dat bestemmingstechnisch regelen. Nu is het dus zo dat die zuidelijke
in een outrit open blijft. Waar komt die, waar heeft hij die informatie vandaan? Want de informatie die wij van de gemeente hebben gekregen. Van de gemeente, maar van de provincie. Oké, wat in de informatie van de gemeente is hij afgesloten namelijk? Die heb ik niet gezien. Oké. Ik heb het gehoord tijdens de perspresentatie van de heer Breukeman. Die heeft het toen voor RTV Oost aan de orde gesteld. En later heb ik navraag gedaan met de provincie. En de provincie die gaf aan dat die ontsluiting dan moet komen op initiatief van de gemeente. Dank je. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik snap dat u een dossier heeft van 40 centimeter. Ja. Met dat laatste plan is er 2,5 centimeter bijgekomen. En dat er centimeters bijkomen, en even de periode maar even bij de beschouwing latende. Maar als ik u de vraag stel, wat volgens u de volgende stap in dit dossier zou moeten zijn, wat zouden die dan zijn? De volgende stap, eigenlijk als ik heel eerlijk ben... En dan echt even proberen te focussen op hoofdzaak. En, want ik snap dat er heel veel bijzaken zijn, maar wat zou de volgende stap in dit dossier volgens u en volgens de omwonenden moeten zijn? Ik moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat ik eigenlijk, en dat ik zal misschien raar klinken omdat ik een fel tegenstander ben van dit plan. Maar ik zou graag willen dat u het goedkeuren. Omdat het dan naar de Raad van State gaat en ik dan uitgebreid op de gebezigde argumentatie in kan gaan. En ik heb bovendien zo langzamerhand, en dat geldt ook voor mijn medebewoners, we hebben zo langzamerhand wat meer vertrouwen gekregen in de rechtspraak dan in de manier waarop wij onze belangen eigenlijk, niet zijn behartigd, zo moet ik zeggen. Ja, dat gevoel is uiteindelijk over. Ja, ik hoop dat u begrijpt dat ik dat natuurlijk wel een bijzonder antwoord vind. Maar wat zou u echt willen, hè, als u niet hoeft te procederen? Wat zou voor u een volgende stap zijn? Even los van het procederen. Ja, het is niet aan mij de volgende stap. De volgende stap is dat de zaak op dit moment in de pauzestand staat bij de Raad van State. Betekent als u dit bestemmingsplan aangepast, de herstelbesluit aanvaardt, dat dan het hele dossier met het nieuwe bestemmingsplan naar de Raad van State gaat. En dat wij dan daar onze argumentatie mogen bezigen. En dan zal uiteindelijk de Raad beslissen, de Raad van State bedoel ik daarmee. Ja, helder. Die zal dan beslissen of er nog een mondelijke behandeling moet komen, dan wel een eindoordeel vellen. Dank voor het antwoord. Dank u wel, meneer Post, voor uw bijdrage. Oké. Graag gedaan. Dank u wel. Dank u voor de aandacht. Gaan we over tot het meningsvormende gedeelte. Welke fracties kan ik daarover het woord geven? Bijna al. Geef ik het woord aan meneer Boshoven. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop eigenlijk dat de wethouder wat duidelijkheid kan geven over hoe het nou zit met die ontsluiting. Ook naar aanleiding van wat we net horen van de inspraak. Fractie van 50PLUS, de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Een van mijn eerste vragen is, wat is nou de daadwerkelijke reden van de gemeente om hier Jacobs te laten zitten? Maar dan zit er toch in wezen zonder een vergunning. De heer Wiet. Ja, ik heb een iets langer verhaal. Komt-ie. Voorzitter. De Raad van State heeft op 19 december 2018 een tussenuitspraak gedaan in de beroepszaak van Jacobs. Even voor de duidelijkheid, als ik Jacobs zeg, dan bedoel ik Jacobs Groep of Jacobs Holding BV. De Raad van State concludeert dat het bestemmingsplan op een aantal punten verduidelijkt moet worden. Op de onderdelen bodem, ecologie, externe veiligheid, landschappelijke inpassing en toekomstbestendigheid is het vastgestelde bestemmingsplan volgens de Raad adequaat. Raad van State adequaat. Het nieuwe bestemmingsplan geeft volgens de Partij van de Arbeid-fractie voldoende antwoord op de punten die verduidelijking behoeven. Wanneer het gewijzigde bestemmingsplan wordt goedgekeurd door de Raad van State, komen wij dichterbij het sluiten van het hoofdstuk Jacobs. En daar zijn wij en hopelijk alle belanghebbenden ook blij mee. Voorzitter.
Ik wil het nu hebben over de milieugevolgen in relatie tot de volksgezondheid. In de gepresenteerde stukken is er veel aandacht besteed aan de punten milieu, bodem, ecologie, externe veiligheid, landschappelijke inpassing, toekomstbestendigheid, heb ik net genoemd. Ik lees in de stukken ook dat onze toezichthouders meerdere malen bij Jacob zijn geweest om toezicht te houden op de activiteiten aldaar. Jacobs wordt zelfs het meest gecontroleerde bedrijf van de gemeente Hardenberg genoemd. Echter, ik mis in de stukken misschien wel het belangrijkste punt, namelijk volksgezondheid. In geen van de gepresenteerde stukken heb ik daar iets over gelezen. Ook niet in de afgegeven milieuvergunning. In de afgegeven milieuvergunning staat dat er schadelijke pakstoffen naar de lucht worden uitgestoten. Aan de oostelijke en westelijke kanten van Jacobs zijn er weilanden waar er aan akkerbouw wordt gedaan. Ook ligt het moestuintje van de heer Lubbers, een van de beklaagden, op steenworp afstand van Jacobs. Met de aflevering van de monitor van 30 april 2017 in mijn achterhoofd, en dan met name de aflevering over pakstoffen die vrijkomen bij het wassen van vervuilde grind, rijzen bij mij de volgende vraag. Komen er aanpassingen die gericht zijn op het voorkomen en beperken van de uitstoot van schadelijke pakstoffen bij Jacobs? Hoe wordt dat gemonitord? Zijn er bodemonderzoeken gedaan op deze akkers en of in de moestuin van de heer Lubbers op de aanwezigheid van pakstoffen? Zo ja, welke stoffen zijn er aangetroffen? Zo nee, waarom is er geen onderzoek gedaan? Hoe denkt het college de risico's van pakstoffen op de genoemde akkers te borgen? Voorzitter, ik besef dat wij nu bezig zijn met de behandeling van het bestemmingsplan en niet de milieuvergunning. Maar, aangezien die twee in dit geval met elkaar verbonden zijn, hoop ik dat de wethouder toch antwoord kan geven op mijn vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wiet. Ik kijk even naar mevrouw Stakman. Ik weet niet zeker, u had geen vraag. Maar goed, meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. De verleiding is natuurlijk heel groot om de behandeling van, volgens mij inmiddels anderhalf jaar geleden, opnieuw te doen. Laten we maar even zeggen, de verboden vlucht. Ook voor mij is dat best wel verleidelijk om dat te doen. We hebben natuurlijk op dat moment ook tegen het bestemmingsplan gestemd, als VVD zijnde. Nu ligt er een vraag voor op basis van een tussenbesluit van de Raad van State. Ik denk dat het goed is om ons ook weer daartoe te beperken. Maar dat er altijd wel de principiële vraag bij blijft. En de principiële vraag bij ons was toen en is nog steeds: moet je een bedrijf in deze milieucategorie, even niet gekoppeld aan Jacobs, maar in deze milieucategorie, op die locatie met elkaar willen? Of zijn daar andere locaties beter geschikt? Dat is wat ons betreft de gewetensvraag die voor blijft liggen. Dat is één. Voor de rest vinden we ook deze situatie wel weer. Je komt in de situatie van gedogen naar uiteindelijk kijken of het vergunbaar is. En daar wint niemand bij. Daar wint geen omgeving bij, maar daar wint ook een ondernemer niet bij. Want de ondernemer weet ook niet waar hij aan toe is. We hebben het hier over een belangrijke ondernemer die zorgt voor veel werkgelegenheid in deze gemeente. Dus vanuit ondernemerschap gezien zit je ook in een situatie waar je niet verder komt. En dat vinden we ook zorgelijk. De punten wil ik in ieder geval geduid hebben. En dat heeft wellicht niet zozeer te maken met het vraagstuk dat we hier vanavond voor hebben liggen. Dat gaat veel meer over de correcties waar de Raad van State om gevraagd heeft. Dat betekent ook wat voor de ondernemer. En ik ben even wel benieuwd, en dat is de eerste vraag die ik heb, hoe de ondernemer omdenkt te gaan met de voorgestelde wijzigingen en of daarover contact is geweest met de ondernemer. En of hij zich ten volle bewust van is wat dat betekent voor zijn bedrijfsvoering. Verder is er, heb ik een vraag of er gesproken is met de omwonenden, hoe die tegen de tussenuitspraak van de Raad van State. En ook hoe zij kijken, en we hebben daar net iets van kunnen horen natuurlijk vanuit inspreken, maar dat is maar heel beperkt aan bod geweest,
Ik ben ook even benieuwd of vanuit de portefeuillehouder contact is met de omwonenden en of er een compleet beeld is hoe zij aankijken tegen de voorgestelde wijzigingen nu. Dan de vraag is van heeft het überhaupt zin om deze wijzigingen door te voeren, om de aanpassingen te doen? Hebben jullie een inschatting gemaakt wat de kans van slagen is dat uiteindelijk de Raadstaat alsnog het bestemmingsplan niet gaat verklaren? Ik wil toch ook even specifiek doorvragen op een punt waar wij nog niet heel veel vertrouwen in hebben dat voldoende aan de orde is gekomen. Dat is de ladder duurzame verstedelijking. Zouden we graag van de wethouder een toelichting op hebben waarom de wethouder denkt dat stand gaat houden voor de Raad van State. In algemene zin dus, kort herhalend, heeft het überhaupt zin om de aanpassing te doen? Of maken jullie de inschatting dat überhaupt dit bestemmingsplan niet te verklaard gaat worden? Dat vind ik een interessante vraag. Ik realiseer me daarmee dat ik toch een klein beetje de grammofoonplaat ga worden. En dat de heer Breukeman zou zeggen in de beantwoording, ja, dat kan ik natuurlijk niet helemaal inschatten. Maar uiteraard heeft u wel geprobeerd met al uw beste kunnen om daar juist wel een inschatting van te maken. Anders had u denk ik ook niet voorgesteld wat hiervoor ligt. Ik wil daar toch graag ook wat gevoel bij hebben op de thema's die ook in het voorstel heeft geduid. Tot zover, voorzitter, voor de eerste termijn. Dank u wel, meneer Bak. Ga ik naar meneer Van den Berg. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Als CDA-fractie gaan we niet het hele bestemmingsplan weer overdoen. En heel veel punten die in 2017 besproken zijn, heeft de Raad van State als adequaat beoordeeld. En daarom, voorzitter, beperken we ons tot 3 punten. Waarbij de Raad van State heeft aangegeven dat dit verbetering behoeft. Allereerst het geluid. Het adviesbureau Voorbruur heeft in opdracht van de gemeente geluidsonderzoek gedaan en heeft geconcludeerd dat de bedrijfsactiviteiten van Jacobs niet leiden tot geluidsoverlast. Dan de ontsluiting. De huidige uitrit is net al wel genoemd, maar in onze tekening, zoals wij die hebben gekregen, krijgt dat alleen de bestemming voor langzaam verkeer. En al het gemotoriseerde verkeer via de nieuwe aan te leggen in- en uitrit. De vraag hierbij is wel, hoe waarborgen we dit? Of anders gezegd, hoe controleren we dit? En aan de lastigste, voorzitter, er moet een betere beschrijving komen van de toetsladder duurzame versterking. De heer Bak refereerde er ook al naar. Waarom denkt het college, waarom denkt de wethouder dat deze nu wel stand houdt bij de Raad van State? En als de Raad van State tot de conclusie komt dat het voorliggende wijziging van het bestemmingsplan geen doorgang kan vinden, wat zijn dan de gevolgen voor de firma Jacobs en is deze optie besproken met Jacobs? Voorzitter, handhaving en toezicht valt niet onder het bestemmingsplan. En toch willen we als CDA graag een vraag stellen aan burgemeester Snijders. We weten dat dit het meest gecontroleerde bedrijf is van Hardenberg. Maar hoe gaan we de handhaving en toezicht waarborgen om ook hopelijk het vertrouwen met de omgeving terug te krijgen? Tot zover. Dank u wel, meneer Van den Berg. En tot slot, meneer Stalpstra. Dank u wel. Een dossier die helaas een veel te lange geschiedenis kent. En wij willen ons beperken tot de onderwerpen waarvan wij een verdere toelichting nodig hebben. We hebben bij de vorige bespreking en besluitvorming rondom het dossier Jacobs het meest gericht rondom de ontsluiting van het plangebied. Er komt, zo lezen wij, een nieuw aan te leggen in- en uitrit van het plangebied en daar zijn we gelukkig mee. Wel hebben wij nog de vragen rondom de zuidelijke ontsluiting van het terrein. In het raadsvoorstel wordt gesproken dat al het gemotoriseerde verkeer via de nieuw aan te leggen in- en uitrit het terrein zal bereiken en verlaten. En wij als ChristenUnie-fractie willen voorkomen dat er in de toekomst nog vrachtwagen of personenauto's via de zuidelijke en huidige inrit het terrein kunnen benaderen of verlaten. Dus de vragen zijn, wat wordt er bedoeld met het langzame verkeer in relatie met dit voorstel? Kan worden geborgd dat deze in- en uitrit niet gebruikt kan worden voor vracht- en autoverkeer? Kan de wethouder bevestigen dat er VRI-installaties komen op deze locatie? En kan de wethouder bevestigen dat de nieuwe in-uitrit van het plangebied ook voorzien wordt van een VRI-installatie? Hartelijke groet, Hans. Oh nee, ik moest niet voor. Goed, dat was de eerste termijn. Ik kijk even naar de wethouder. Mevrouw de Breukeman, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Iets minder belangstelling voor deze beantwoording.
merk ik. Het dossier De Pol 1A te Balkbrug. U heeft in 2017 een besluit genomen op dat bestemmingsplan. En daar zijn ook een heel aantal aspecten aan de orde gekomen die ook door de Partij van de Arbeid zojuist naar voren zijn gebracht. Dus ik wil niet al te veel teruggaan naar de discussie die destijds gevoerd is. En ook de inspreker gaf het ook al aan, hè, ook de Raad van State zal straks een eindoordeel vellen over het gehele bestemmingsplan. Nou, in december is er een tussenuitspraak geweest van de Raad van State, daar heb ik u toen ook van op de hoogte gebracht. En daarin wordt eigenlijk gezegd, nou, voor de onderdelen bodem, ecologie, externe veiligheid, toekomstbestendigheid en de landschappelijke inpassing is het bestemmingsplan adequaat. Maar er zijn ook een aantal punten waar wij, Raad van State, een nadere onderbouwing voor zouden willen zien. En dat gaat dan over geluid, over verkeer en over de locatie. En de Raad van State geeft daarbij de opdracht aan de Raad om die punten nader te verduidelijken. Nou, als je dan kijkt naar geluid, dan was in het akoestisch onderzoek dat was bijgevoegd geen rekening gehouden met de afrit op de oprit op de N48. Hè. Dus we hadden een verouderd akoestisch onderzoek waarbij dat verhaal nog niet was meegenomen. Dat is nu aangepast. Als het gaat om het punt van verkeer, voorzitter, dan is er aan de ontsluiting zelf niets gewijzigd. Onze intentie was ook om de ontsluiting aan de zuidzijde te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen was dat onvoldoende in het bestemmingsplan weergegeven. Dus dat hebben we ook willen corrigeren wat dat betreft. En als het dan gaat om de locatie, dan wordt daar gedoeld op de ladder voor duurzame verstedelijking. En daarbij is het niet zo dat de Raad van State heeft gezegd, ja, dat is onvoldoende, of dit houdt geen stand. Nee, wij waren daar niet aan toegekomen. Hè? Dus we hadden geen nadere onderbouwing daarvan gegeven. En de Raad van State zegt, ja, u moet die onderbouwing wel geven. En u vindt in de stukken ook de onderbouwing voor die ladder voor duurzame verstedelijking. Het rapport van de stekgroep in samenwerking met Bugel Haijema. Die hebben wij gevraagd om dat verhaal te onderbouwen. Nou, daar worden een aantal vragen aan de orde gesteld. Maar de conclusie is eigenlijk van, wij vinden dat dit stand houdt, dat het plan aan de Pol 1A weliswaar een uitbreiding is van bedrijfsbebouwing en vanuit planlogisch juridisch perspectief, zoals zij dat noemen, maar dat door de herlocatie in bestaande gebouwen wordt in zekere zin ook leegstand hiervan voorkomen. En dan gaat het over, wat had je nou in 2011 nog meer voorhanden, zeker gezien het economische tijd dat toen heel anders was. En wat ze daarop aanvullen in de conclusie is, ja, de locatie kan mede gezien het feit dat dit reeds ingevuld was met een stedelijke functie. Hè, er was al een bedrijventerrein 3.1. Kan het hier zijn plek vinden. En daarbij ook goed om te noemen dat de mogelijkheid voor vestiging in 2011 op het nabijgelegen Katingenveld, waar vaak naar gewezen wordt, dat die niet aanwezig was. Dat is even heel hoog over de conclusie van dat rapport van degene die veel verstand hebben van de ladder voor duurzame verstedelijking. Voorzitter. Mag ik daar direct een verduidelijkende vraag stellen? Ja hoor, meneer Bak. Ik begrijp wat u zegt, meneer Breukeman. U verwijst ook aan de situatie in 2011 dat er wellicht geen andere locaties voorhanden zou zijn. Katingenveld was er toen nog niet voorhanden. Maar we zitten nu niet meer in 2011, we zitten in 2019. Dus de situatie qua beoordeling, ik kan me voorstellen dat de Raad van State ook niet meer kijkt naar 2011, maar dat is een beoordeling op basis van 2019. In 2019 is er wel degelijk wat anders voorhanden. En misschien ook beter geschikt en met minder impact op de omgeving dan de huidige locatie. Is daar ook door het door uw ingehuurde bureau naar gekeken of is het absoluut niet relevant? Nee, voorzitter, wat volgens mij logisch is, dat je kijkt naar de omstandigheden die er destijds waren en de omstandigheden die er waren op het moment dat je deze keuze gemaakt hebt. Het zou wat bijzonder zijn om te kijken naar de omstandigheden van nu. Dat je zegt van nou, met de kennis van nu had ik toen een ander besluit moeten nemen. Nee, je gaat nu iets legaliseren wat je jarenlang gedoogd hebt. Dus ik denk niet dat uw aanname daarin zo zeker is als u nu neemt.
Ja, voorzitter, ik herken mij niet in het verhaal van gedogen. Wat volgens mij aan de orde is geweest, is dat de gemeente de activiteiten op deze locatie vergunbaar heeft geacht. En dat is toch wat anders dan je zegt, nou, het was illegaal en we hebben het maar gedoogd. Nee, we hebben gedacht dat deze locatie vergunbaar is. Daar hebben we met elkaar, daar heeft u als raad in december of in 2017 ook een besluit over genomen. Nou, er zijn omwonenden voor naar de Raad van State gegaan. Dat is ook het goed recht dat er is. En wat we dan nu voor hebben is het aantal punten waarvan de Raad van State zegt, nou, die zou u nog even nader moeten duiden en verhelderen in het bestemmingsplan. En daarmee denkt u dat de onderbouwing voldoende is? Ja, voorzitter, ik zou hier vandaag niet staan als ik zou twijfelen aan de onderbouwing die nu bij het bestemmingsplan gegeven is. Alhoewel de opdracht van de Raad van State om het bestemmingsplan te verduidelijken aan uw raad gegeven is. Ga ik door, voorzitter, maar ik heb dan de drie grootste vragen, denk ik, gehad. De VVD vroeg ook nog naar verschillende contacten die er wel of niet zijn geweest. Nou, het is natuurlijk wel zo dat je te maken hebt met een zaak die bij de Raad van State ligt, die dus onder de rechter is. Ik heb er in die zin tijdens de procedure niet direct met de omwonenden over gesproken. We weten natuurlijk heel goed wat de opvatting van omwonenden is. Dat is zowel hier in de Raad aan de orde geweest, dat is ook in de verschillende sessies bij de Raad van State aan de orde geweest. Dus daar, dat is ons in die zin absoluut helder. De tussenberichten van de Raad van State heb ik ook met de initiatiefnemer over gesproken wat dat betekent. Daar ook uitgelegd dat de vervolgstappen aan de gemeente zijn. Hè, dat dus ook wij opdrachtgever zijn van bijvoorbeeld het akoestisch onderzoek. De bal ligt even bij ons wat dat betreft. En zowel u als ook het CDA vroeg naar wat betekent het als en zo. Hè, en zijn die scenario's ook bekend? Nou, u mag ervan uitgaan dat de initiatiefnemer ook weet wat het betekent wanneer de Raad van State een besluit neemt dat ik niet verwacht. Er werd nog gevraagd naar de VRI, Provinciale Weg. En we hebben van de provincie inderdaad de bevestiging gekregen dat die op die locatie komt. En dan ben ik denk door de vragen heen, maar was nog één vraag voor de portefeuillehouder handhaven. Er was nog één hele concrete vraag die wellicht al in de beantwoording naar voren is gekomen. En dat ging over hoe voorkomt u het vrachtverkeer op die ontsluiting die straks verlangzaamd keer is. Oh. Heel goed, maar nog scherper is om dan te wijzen naar de portefeuillehouder handhaving. Ja. Voorzitter, ik heb een vraag. De antwoorden op mijn vragen, krijg ik die van wethouder Breukeman of van de andere wethouder? Ja, voorzitter, ik wil wel een voorschot geven. Kijk, de discussies die we gehad hebben over deze onderwerpen, die hebben plaatsgevonden in 2017. Daarna heeft u een besluit genomen. Nou, zowel volgens mij in zowel het bestemmingsplan als ook in de milieuvergunning wordt ook ingegaan op de luchtkwaliteit en dat soort zaken. De Raad van State zegt ook externe veiligheid is adequaat onderbouwd. Dus dat zijn in mijn ogen wel zaken waar je nu niet direct aan toe komt. Even kijken, ik noem het voortschrijdend inzicht, zeg maar. Want als ik de stukken lees, ook bijvoorbeeld de milieuvergunning, dat staat heel duidelijk omschreven. Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? Ja. Er worden stikstof, dioxide, koolmonoxide enzovoorts ook naar de lucht uitgestoten? Ja. In het kader van volksgezondheid, daarom, ik haal dit aan omdat ik vind het heel erg belangrijk. Volksgezondheid voor ons allemaal. Het zal ons maar gebeuren dat we achteraf zeggen van hadden we het maar gedaan. Vandaar dat ik het nu noem. Dus mijn vraag is of u daarna wil kijken bij de akkers of de stoffen daar neerdalen en wat het effect is daar op de gewassen die daar groeien. Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, voorzitter, ik snap de bijdrage van de heer Wiet wel. En er moet ook niet de indruk ontstaan dat er een verschil is in urgentie voor volksgezondheid, wat dan ook, totaal niet aan de orde. Alleen, het zijn wel zaken die je ondervangt.
in je bestemmingsplan en in je milieuvergunning. Daar worden ook de kaders voor geschapen voor wat wel en niet mogelijk is. Maar het is wel een onderdeel waarbij je nu, zeg maar, bij het herstelbesluit voor het bestemmingsplan, dat dat geen onderwerp van discussie is. Volgens mij is de portefeuillehouder voldoende duidelijk geweest op dit punt. Ik geef nog even het woord aan burgemeester Snijders. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is pas voor 12, dus we zijn nog volop in actie. Er was een vraag gesteld door de fractie van het CDA over de handhaving. En met name ook de vraag van hoe waarborg je dat ook naar de toekomst toe, zeg maar. En dat er ook voldoende vertrouwen ontstaat. Ja, dat is best een lastige vraag, want de handhaving die vindt volop plaats. Hè. Er zijn opmerkingen gemaakt over de handhaving van de bedrijven in onze gemeente. En we hebben daar ook afspraken over gemaakt over 2019, dat die handhaving ook volop blijft doorgaan. Maar uiteindelijk wil je weer naar een genormaliseerde situatie toe. En dat zouden wij ook heel graag willen vanuit het gemeentebestuur. Dat we zeggen van ja, de ondernemer ziet zelf ook het volop het belang in. En vanuit de buurt is er ook voldoende vertrouwen dat die ondernemer dat ook gewoon waarmaakt. Dus dat zou uiteindelijk weer, dan praat je over een genormaliseerde situatie, zeg maar, waarin buren ook goede buren zijn van elkaar. En dat het ook zo is. En tot dat moment, zeg ik, zullen wij vanuit, in dit geval hebben we de Omgevingsdienst IJsland opdracht gegeven om met die handhaving vooralsnog door te gaan. En dat betekent dat is tweeledig. Aan de ene kant wordt gereageerd op meldingen die er zijn. Dan vindt er actieve handhaving plaats. En er vinden ook onaangekondigd ook bezoeken plaats, regulier vanuit de Omgevingsdienst. Maar nogmaals, dat doen we. En we hebben ook gezegd dat doen we in 2019. Maar uiteindelijk willen we weer toe naar een genormaliseerde situatie. Daarbij ook het punt meenemen nog even rondom het verkeer. Wat door de fractie van de ChristenUnie werd aangegeven. Dat zal ook onderdeel gaan uitmaken van het handhavingsregime. Om ook te kijken van ja, vindt daar dan daadwerkelijk ook geen verkeersactiviteiten meer plaats aan die zuidkant. Dank u wel. Ik kijk nog even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Schuurman. U mag. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat mij opviel. Dat is dat er een rapport opgesteld is begin dit jaar, waar de opdrachtgever de Jacobs Holding was. En later in de stukken werd het plotseling de gemeente. Wat is daar de oorzaak van? Een technische vraag lijkt mij, maar ik ga toch even kijken. Ja, ook voor technische vragen zijn er wel een antwoord vandaag. Wat het geval is, de Raad van State geeft opdracht aan de gemeente om een herstelbesluit te nemen. Dat betekent dus ook dat de gemeente opdrachtgever is voor het nieuw akoestisch onderzoek. Er is eens een keer een versie geweest waar abusieflijk de verkeerde naam als opdrachtgever stond. Dat is daarna rechtgezet. Goed, dan nog de vraag, gaat dit als hamerstuk of bespreekstuk naar de raad? Wat mij betreft hamerstuk, voorzitter, en laten we het oordeel aan de raad van staren. Wat ons betreft ook een hamerstuk, voorzitter. Hamer. Ik zie overal, ja, dan wordt het een hamerstuk. Dank u wel. Ik wil een procesvoorstel doen voor agenda punt 6, regio Diel Zuidoost-Drenthe. Daar zit ook een termijn aan vast, dus de besluitvorming moet daarover wel gaan plaatsvinden. Agenda punt 6. Het is inmiddels 11:45. Het voorstel zou kunnen zijn dat wij dit onderwerp in een oriënterende ronde voor de eerstvolgende raadsvergadering dezelfde avond 21 mei inplannen. Waarbij u nu wel de gelegenheid heeft om even de eventuele vragen die u voor vanavond heeft voorbereid alvast naar de griffier te doen ter voorbereiding op die oriënterende ronde. En een andere optie is om het vanavond alsnog
te bespreken. Ik heb maar 3 vragen, voorzitter. Wat is de... Ja. ChristenUnie hier wil wel door, begrijp ik van meneer Stelpstra. Excuses, voorzitter, ik word belaagd. Nee. Ja. We hebben ook maar een paar vragen, maar we willen heel graag dat het wel de volle aandacht verdient. Dus graag 21 mei. Ik kijk even rond of iedereen daar zo over denkt. Nou, ik zie de meeste raadsleden al inpakken. Laten we dat dan besluiten. Agenda punt 6 gaat opnieuw ingepland worden in een oriënterende ronde voor de gemeenteraadsvergadering van 21 mei. Dan kom ik nog bij agenda punt 7, de rondvraag. Is er iemand die nog iets wil inbrengen voor de rondvraag? Niet, dan voorzitter. Sluit ik hier. Oh, ik wou net de hamer voor het ik durf bijna niet te vragen, maar ik doe het toch maar niet vandaag. Nee. Goed, dan ga ik over tot de sluiting van de vergadering. Dank voor uw inzet vanavond.